Welkom bij een nieuwe stream. Gewoon twee avonden op rij. En een keer een lekkere late stream dit keer. Ik zat te twijfelen van wat ga ik streamen vanavond. En toen kwam natuurlijk die industriële loftkit. Die is net uitgekomen een paar uurtjes geleden. En toen dacht ik eigenlijk, ja, we zijn begonnen met die Mipuki Shell. Ik heb dit weekend geen tijd om verder te werken aan die Mipuki Shell. Dus dan zou ik moeten wachten tot volgende week. Laten we gewoon, hup, twee avonden op rij de Mipuki Shell gaan doen. En dit keer dus met de spulletjes van de Simsje industriële loft erbij. Dat is wel een woord waarbij je lekkere tongbreker is dat. Wat vinden jullie eigenlijk van die nieuwe kit? Ik weet niet of jullie al wat ervan hebben gezien. Ik heb net eerder vanavond alle video opgenomen. Die vind je dus op het YouTube kanaal van Town of Plumbobs. Daar heb ik dus echt alle items erbij gepakt. Alle kleurtjes bekeken. Filmpje duurt een kwartiertje. Kan je dan allemaal lekker uitgebreid bekijken. Sharon vindt het tof. Als ik zeg maar kijk naar de kit zelf. Kijk, kits vind ik overpriced. Ik had het liefst ze gezien voor 3 euro. 4 euro had ik nog wel mee kunnen leven. Maar 5 euro vind ik gewoon te veel. Want als je kijkt naar een accessoirespakket en je kijkt naar een kit. Dan zit er in een kit vaak veel minder dan de helft van een accessoirespakket. Dus dan vind ik 5 euro veel voor wat je krijgt. Lian heeft er nog niks van gezien. Maar gaat straks op het gemakje de video kijken. Björn vindt hem heel gaaf. Maar als we gewoon even puur kijken naar de spulletjes en niet naar de prijs. Dan vind ik eigenlijk alles best wel leuk. Ik vind de industriële stijl heel tof. Er zitten twee dingetjes bij waarvan ik denk... Er zit een kleed bij waarvan ik denk niet mooi afgewerkt. Er zit een plant bij waarvan ik denk niet mooi afgewerkt. De rest is top. Maar dat kleed en die plant, dat is gewoon een jammer dingetje. Sharon zegt het is ook mijn stijl. Ja, ik heb hier en daar wel wat industriële elementen in mijn huis. Ik zou mijn huis niet compleet industrieel doen. Ik vind het wel mooi. Ik weet nog dat we een keer met pulspand... Welke kamer was dat? Ik weet dat er met pulsband was er toen ook een industriële inzending. Maar ik weet niet meer welke kamer daartoe bij hoorde. Het was niet de kelder. Wat zat er daarvoor? Ik weet het al niet eens meer. Maar ik weet dat er een keer een inzending was. Helemaal fabriekstijl. Helemaal industrieel. Met fide en al dat soort dingen. Hey Mipuki. Ik ga weer verder met jouw shell. En dit keer met een nieuwe pack erbij. Maar ja, als we dus kijken echt naar de spulletjes van de pack. Er zitten heel veel toffe dingen bij. Dingen die ik ook wel vaker ga gebruiken. Als ik... kijk naar het thema en een kit. Ik vind gewoon zonde dat... Ik vind een kit al overpriced. Maar als je dan kitpakketten gaat doen, ga dan iets doen waarvan je denkt, oh, dat hebben we nog niet in het spel en dat kan je niet zo snel ergens bij verwerken. Want je hebt bijvoorbeeld die binnenplaats Oase kit. Heeft een beetje Grieks, Turks, Marokkaanse vibes qua tegeltjes en dat soort dingen. Dat zou je niet zo snel in een uitbreidingspakket of een gamepack kunnen stoppen. Behalve als er een heel thema aan zit die daarbij past. Dus dan heeft het van toegevoegde waarde voor mij als kitpakket. En als ik nu kijk naar de industriële stijl. Er zit één schuur erin waarvan ik denk, nou, landelijk leven. Had hem gestopt in landelijk leven. Het pakket is echt een maand uit. Dus dan hadden jullie waarschijnlijk hier al lang bezig met die deur. En sowieso, de industriële stijl is een best wel meer gangbare interieurstijl. Dat ik denk, dat hadden ze vast wel bij een toekomstige gamepack of uitbreidingspakket kunnen verwerken. Maar dat is in ieder geval mijn mening daarover. Hoi Henk, welkom. Maar we gaan zo meteen verder met de kit. Ik wil eigenlijk even tussendoor iets proberen. Want ik had laatst boodschappen en toen kreeg ik dit er gratis bij. Ik weet niet of mensen dit wel eens hebben gegeten. Je hebt natuurlijk die KFC. En je had nog Domino's of Pizza Hut. En dan nog een derde. Ik wil even proberen. Kijk hoor, dit is KFC Original Recipe Chicken Flavor. Oh, Subway. Subway was de derde. Het lijkt een beetje, als je ernaar kijkt, lijkt het een beetje bolognese chips. Het heeft ook wat weg van bolognese chips. Dat is wel lekker. Ik zou niet standaard een zak kopen. Maar er zit wel een smaakje bij waarvan ik denk, dat lijkt op bolognese. Nou, hier waren we gisteren gebleven. Ik heb nog niet heel veel gedaan. We hebben natuurlijk hier de fide. We hebben een washok, een wc, een badkamer, één kamer, heel makkelijk. Hup, kast klaar. Beneden hebben we dus nog helemaal niks. En als we even kijken naar die kit. Nee, terug hierheen. Ik ga hem even aanzetten. Kijk, we hebben dus dit. Ik weet niet zo snel of ik dit hier ergens in dit huis kan gebruiken. Maar deze kunnen we wel gebruiken. En dan zat ik dus te denken, aangezien ik van deze ruimte toch een soort van serre wilde maken, om hem dan hier te plaatsen. Hoi Linnea. Ik dacht even dat het een lift was. Dat lijkt het wel op, ja. Maar ja, er zit niet zo'n klein kamertje hieronder dat je kan doen alsof het een lift is.
huis is een soort van rolstoel toegankelijk, alleen op de eerste verdieping. Je kan niet op de begaande grond komen. Oh. Maar ja, als er beneden een kamertje van 4 tegels was geweest, Dagmar, dan had ik daar de wc van gemaakt. Dus welke kleur gaan we hier opzetten? Zal ik hier dan heel licht doen? Maar ik heb zwarte ramen erboven. Ja, dan moet ik eigenlijk daarin meegaan weer. En dan hebben we netjes gloednieuw zwart. En we hebben deze. Al een tijdje niet schoongemaakt, zwart. Ik zal er rekening mee houden voor de volgende show. Oei. Durf ik nog mee te doen een volgende keer? Met hoe groot jouw kavels soms kunnen zijn. Nou, kijk, we gaan lekker gewoon deze hier neerzetten. Oh, kak. Zo dan. Doen we hier dan kleintjes? Zo. Soort van serre. Tuurlijk durf jij dat. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, het logische is, aangezien het allemaal open is, om dan hier dezelfde te doen. Misschien is het wel geinig om deze hier ook weer terug te laten komen. Zo. Oh, dat is best leuk eigenlijk zo. Ja, deze, de kit kwam met een nieuwe... Oh, ik heb heel veel dingen die gemarkeerd zijn als nieuw. Waar is dit van? Oh, aan het werk. Jij durft wel naar mij te komen. Ja, maar dat weten we. Want je was hier vorige maand, Dagmar. Linnea zegt dat ze zaterdag thuis zijn en heb zin in bouwen. Dan ga je de shell ook doen. Nee, je hebt tot 15 september, hè? Of tot en met. Dus dat is nog ruim 2 weken. Maar ik ben geen snelle bouwer. En aangezien ik van dit weekend niet verder kan werken aan de shell, dacht ik, we gaan vanavond nog eventjes. Ik heb net die spulletjes bekeken en ik zag allemaal toffe dingetjes. Dat ik denk, ik wist al van, oh, deze wil ik in die kamer gaan stoppen. Alleen, mijn idee in eerste instantie was hier, ja, een soort van loungekamer. Misschien ook een eetkamer. Maar we hebben zo'n hele hoge deze. Ik denk dat ik gewoon ze in de keuken laat eten. Of, ja. Ik vind het een beetje lastig wat ik met deze kamer moet. Even een nieuw kastje neerzetten. Zo. Moet ik nu weer een pakket aankopen? Hé, je hebt gisteren in je Discord gezegd, Dagmar, dat we het mogen gebruiken. Eigen schuld. Is wel tof. Dit vind ik wel een tof kleur. Oké, wat gaan we voor de rest in deze kamer stoppen? Ik kan ook nog. Zo. Dat is misschien wel mooier met lambrisering. Dit. Loopt de bovenkant ook gelijk. Ja. Linnea koopt de kit niet. Nee, hoeft ook niet. Deze vind ik ook... Oh, die kan misschien ook wel gewoon hier ergens in de gang of zo. Hier. Ja, ik moet even checken, want ik heb move objects aan. Dat ik hem wel goed neerzet. Geel. Ik doe een gele bloemetjes. Ja, vind je de kit tegenvallen? Is industrieel niet jouw stijl, Linnea? Ging je daar... Ja, ik weet het nog niet. Misschien dat ik hier een deur ga plaatsen. Misschien dat ik het gewoon alleen vanuit de keuken doe. Daar twijfel ik nog een beetje over. Ik haal hem al weg, Dagmar. ik wacht hier nog even mee. Want ik heb nog geen inspiratie met wat ik voor de rest van de ruimte wil. Misschien dat ik het kastje ook wel aan de andere kant zet trouwens. En dan misschien hier een zithoekje. En dan heb je natuurlijk mooi dit hele stuk voor je uitzicht. Het is jouw ding, dus doe wat je wil. Ja.
Nou, ik wil dus wel voor de keuken. Moet ik even die kit weghalen. Je hebt een basisspel aanrecht. Die had ik sowieso al in mijn hoofd. Omdat dat de meest industriële is die erin zit. Dat is deze. Hier, dit is keukeneiland en dit is het aanrecht. En die lijkt dus ontzettend op spullen die in de kit zitten. Niet die. Dat is landelijke keuken. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar dit. Of deze. Deze wil ik in de keuken gaan plaatsen. Kun je een beetje kijken of er iets is wat qua kleur matcht. Dit matcht qua kleur. En dit is heel donker. Dan is dit denk ik de beste. Zo. Kijk. Matchy matchy. En Sharon is ook lekker aan het bouwen met de kit. Ben je ook met de Shell Challenge bezig, Sharon? Of ben je gewoon iets anders aan het bouwen? Ik zit tussendoor gewoon lekker die chips eten. ik weet ook alleen niet zo goed wat ik met dit hoekje moet hier. Dat vind ik een beetje lastig. Ik zou op zich daar wel het eiland kunnen plaatsen. Zo, waar is die? Waar is die? Daar. En dan nog een buitenkantje. Zo. Lukt het, Omri? Ik hoor allemaal geluid op de achtergrond. Ik dacht al dat je ging bouwen toen je wegging. De Shell is al klaar. Ben nu een appartement in San Marzano. Oh, ja. Daar is deze ook wel heel goed voor, inderdaad. Deze pack. Om zo'n appartement in San Marzano echt helemaal industriële look te geven. En hoi Kaat, welkom. Ik zit even te kijken hoor. Opbergruimte. Ik denk, wat ben ik aan het zoeken? Ik weet niet of ik hier iets wil hebben. Oh, deze. Ja, hij is net niet. Jammer. Ik had hem mooi gevonden als hij helemaal mooi aansloot. Maar dat doet hij dus niet. Ja, dat is zeker een mooie kast. Weet je, ik zet hem buiten. Dan komt hij wel in de woonkamer of zo. Die gaan we wel ergens terug laten komen. Ik hoopte eigenlijk een soort van kast die dan mooi in het aanrecht blendt. Zo, blend. Neem nog even een slokje. Kaat is benieuwd naar het pack. Eens kijken of ik hem wil kopen. Uitroepteken Loft. Dan krijg je een linkje naar de overzichtsvideo. Op het kanaal van Tarif Plumbops. Die heb ik al opgenomen. Al gemonteerd. Staat allemaal klaar. Hier een kastenvang denk. Je kan natuurlijk ook. Van interieurdesigner. Waar zijn die blokjes? Blokjes. Blokjes. Daar. Maar die zijn allemaal wel heel klein. Kan aan de voor... Ja, ik wou zeggen. Ik heb move-up checks aan. Even meewerkerspel. Nee, die moet daar nog niet. Zo. Ja, gaan we lekker glitchen. Waar zijn mijn blokjes nou weer? Daar. Hallo, klik. Moet volledig door een... Het is, er is een muur. Nee, dat meer, dit mag wel. Dit vindt het spel geen probleem. Maar dit... Nu opeens wel. Ik weet niet of dit iets is. Ik wil hier iets hebben. Ik vind het anders zo kaal. Maar dit is ook weer heel gek. Sims is een raar spel om toe. En hebben we eigenlijk al... Ja, we hebben hier met groen. Als ik die dan gewoon bruin maak. Joe, bruin. Ik weet niet. Het is toch een beetje gek, hè? Ik wil een keer iets creatiefs in elkaar flansen, maar... Simspel, kom op. Nee, mag niet.
Nou, hier dan. Verplaatsen en dan... Okay. Weet je, ik ben helemaal klaar met die kast. Even kijken of ik iets anders kan bedenken. Oeh. Ja, je kan niks naar beneden doen, hè? Dat is een beetje... Alleen omhoog. Want anders dacht ik precies die rand van die kast gelijk met het aanrecht. Maar dat kan dus niet. Ik kan die weer gebruiken, die ik ook... Dit kan op zich wel. Die heb ik in de badkamer natuurlijk ook gebruikt. Alleen, ja. Ik weet niet. Ik wil iets wat mooi samenblendt. In plaats van dat het er half boven hangt. Oh, wacht. Dit. Gewoon, hup, kastje eentje omhoog. Komt hij in een goede kleur? Heel donker. Rood. Zwart zou een optie zijn. Dit is weer net een andere bruin. Dit is ook weer een andere bruin. Dit is weer net te licht. Ja, dan zou ik denk ik voor zwart gaan. Ik vind dit wel geinig. Oké, dan pakken we die nieuwe krukken die we hebben. Van de kitpakket. Waar staan die onder? Hier. Deze. En dan doen we hier met zwarte kussentjes. Kijk, nou... Want ik zat zo met dit hoekje. Wat ga je doen met dit hoekje? Ik zag wel, want ik had gisteren ben ik natuurlijk begonnen met de shell. En toen ben ik gaan raiden naar Kitty. En Kitty is toen gaan raiden naar Tony. En Tony is toen gaan raiden naar de andere Kitty. Dus we hadden een Meepucky shell... ik wou zeggen high train. We hadden een Meepucky shell raid treintje. En bij een van de Kitty's zag ik dus dat hij hier de trap had geplaatst. Toen dacht ik... Slim! Ik heb lopen struggelen met deze ruimte en deze ruimte. En je had het gewoon hier in dit hoekje kunnen doen. Maar oké. Okay. Live and learn. Ik moet wel zeggen, ik ben wel trots op mijn trappenhuis. Dat wel. En ik vind dit ook een leuk hoekje geworden. Doen we nou een raampje. Ja, ik vind het lelijk als je het aardig kan zien van onder. Dat is een ander raam. Heeft Moschino, die heeft natuurlijk... Zit je met die kast? Wat ga ik er dan doen? Dat vind ik dan weer heel mini-skuul klein. Zo'n raam. Past weer bij de deur. Oh, dat is eigenlijk niet een heel gek idee. Oh, dan komt hij daar weer lelijk uit. Oh. Ja, dit kan ik hiermee leven. Kan die kast nog ietsje pietje naar achter? Even kijken hoor. Zo staat hij normaal. Ietsje naar achter. Zonder dat hij daar aan de andere kant doorheen komt. Helemaal top. Oké. Ja, ik baal een beetje van dat je ramen niet kan verkleinen. Thanks, Lianne. Kan die kast nog een stukje naar achter? Gaat het aan de achterkant nog goed? Oh, top. Nou, alleen degene die hier zit heeft uitzicht. Deze niet. Maar ja, ik zit ook met dit stukje muur. Dus dat gaat niet. Die past bij de deur. Welke zwartje is dit? Grijs met wit aan de onderkant. Die. Waarom is hij niet dezelfde volgorde aangehouden? Dat is heel frustrerend. Oké. Hoekje klaar. Dan zit ik nog even te denken over de deuren. Ja, misschien dat ik inderdaad... Toch, Dagmar, je hebt gelijk dat ik hier de deur ga doen. Want dan kan ik hier dit hoekje mooi volbouwen met de keuken. En dan kan ik hier ergens de andere bar neerzetten. Dat je nog twee plekjes hebt waar je kan eten.
denk dat ik dat doe. En ik wil dan wel weer dat je van hier door de keuken heen komt en daar. Deze zou heel tof zijn, maar dat wordt wel heel lomp als ik die overal ga gebruiken. Maar ik wil wel iets van een opening. Ja. Ja, ik kan natuurlijk dit doen. Dit heeft een beetje hetzelfde idee, ook met glas. Maar het is wel één tegel breed. Maar aan die kant... Ik denk dat het aan die kant eigenlijk niet zo heel verkeerd is. Want dan heb ik hier gewoon drie tegels, hier drie tegels om een mooie hoekkeuken te bouwen. Dus dan doe je zo. Hoekje. Ja, wil ik dan een buitenkantje? Zo. Koelkast. Laten we dan deze. Die vind ik heel leuk. Die heeft, geeft mij een beetje het idee van de, die smekkoelkast die je ook hebt. Zo. Leuk, leuk. En dan... Oh, jongens, wacht even. Zo. Dan kan ook gewoon even microfoon uit. Hebben jullie geen... worden jullie niet doof. Industrieel. Die is van Jungle, hè. Deze is van Jungle. Die past natuurlijk heel goed dan bij de koelkast. Maar ik vind deze ook heel tof. Ook in het zwart. Ik denk dan dat ik deze meer bij het huis vind passen. Wordt geen hele grote keuken, maar dat hoeft ook niet. Alleen de vraag is wat ik met dit ga doen. Er moet natuurlijk hier nog een deur komen. En er moet hier nog een deur komen. We hebben geen dichte deur, hè, met die nieuwe... Ja, we hebben een schuifdeur, maar dat ding is huge. Waarvan ik net nog zei dat ik hem waarschijnlijk niet... Hier, deze. Dat redt hij niet eens. Ik vind schuifdeur wel een leuk idee. Deze komt ook in het zwart. Maar ik weet... Hebben mensen al een ideetje wat we met deze kamer gaan doen? Want ik weet het dus niet. Hier komt natuurlijk gewoon de gang en zo. Ik zit eraan te denken om... Deze, aangezien ik die vloer bijna nooit gebruik, om die ook eens gewoon een keertje hier in de keuken te verwerken. Een slaapkamer hier beneden. Dit is beneden, hè, Sharon? Hier. Er komt hierboven al een slaapkamer. En dit wordt dan een slaapkamer. Lukt het, Omri? Ja, oké. Okay. Ik hoor het door mijn muziek heen zelfs. Ja, waarom niet? Is dat jouw oplossing op alles? Dus ik zeg, maar waarom? Ja, waarom niet? Oh. Werkkamer kan ook. Maar het is al langwerpig. Ik vind het zo groot. Dus ik zat te denken om dit als werkkamer te doen. Wat is hier met mijn deur gebeurd? Dat ik wou zeggen. Gewoon meewerkerspel. Niet raar doen. Sharon, ik heb er twee huizen van gemaakt. Geen gedoe met de trap. Wacht. Hij staat al online, hè, had je gezegd. Dus rustig, joh. Ja. Oh, jij bent hier aan de buitenkant. Oh, dit hoef je trouwens niet meer bij te zetten. Mensen krijgen nu een melding als je het huis downloadt. Ben jij... Oh ja, bij jou is de keuken. Jij hebt ook de voordeur hier. Ik heb hem natuurlijk hier. Leuk. Lucy Games, Cairo, Jiska, jij en Miss Divi. Jeetje, Mina. Sabrina. Bouwskills van haar? Niet normaal.
Een deur. Iedereen is lekker creatief, ja. Maar ik vind het ook zo tof om te zien dat... Nou, als je hier kijkt, dit heeft een beetje zo'n schattig landelijke vibe. Met plantjes en zo bij de ramen. Ik zie hier een bloemenkarretje. We hebben hier een konijntje staan. Nou, dan hebben we dit. Dit is dan een beetje... hoe heet het? Lichtelijk... Mid-century modern of zo heet dat toch? Grote open ramen, maar dan wel een hele toffe vijver eromheen. We hebben Jiska, die heeft dat ook heel modern. Oh, dit is een sportschool. Ze heeft een sportschool gemaakt. Nou, Sharon heeft dus twee onder één kap gedaan. Alleen dan in plaats van naast elkaar is het zo gedaan. Dus vind ik wel geinig, een soort van appartementencomplex. Oké, dat is wel heel slim met die trap. En Miss Divi moet zich natuurlijk weer even uitsloven. Jeetje. En Bianca zegt, hey, wat leuk, ben net terug van dansles, dus nog even een stukje stream meepakken. Welkom Bianca. Hoe was je dansles? Ik ben aan het struikelen met deuren. Oh, die is heel groot. Drie tegels wordt te groot. Twee tegels wordt denk ik ook te groot. Weet je, we doen gewoon die. Nog een keer hier, zo. Je hebt ervan genoten, top. Lianne, jeetje, dat doe ik niet nou hoor. Nee, echt hè. En ik ben van Miss Divi gewend dat ze normaal redelijk romantische stijl heeft qua inrichten. En er staat er nu een of ander heel sprookjes, spookwoning. Dat ik denk, jongen, jongen. Je durft bijna niks meer in te leveren. Oh, Tony, had je daar de trap van. Oh, ik weet niet wat ik met die ruimte moet. Ik denk trouwens dat als ik dit gewoon lekker wil gebruiken, dat we deze hier doen. En dit ding. Geen idee. Wat voor huis maak je? Ik doe mee met de Shell Challenge van Mipuki Games. En... ik ben er gisteren al mee begonnen en mijn huis heeft dus echt een hele industriële vibe. Omdat vandaag dus de Simsphere industriële loftkit is uitgekomen. Dit ding, dit is een kluisdeur, een stroomisolator. Maar ik vind het wel tof om dit huis dus allemaal industriële decoraties te geven en zo. Dus die had ik toen gisteren al gevonden. Uit welk pakket komt die? Star Wars natuurlijk. Nou, ik wil nog even twee van die krukjes. Of vier van die krukjes. Hop, 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 hop. Kijk. Dit is wel top. Kom je hier zo binnen. Kan je hier langs. Kan je daarheen. Kan je hier zitten in de keuken. Hier kan je koken. Daar kan je nog zitten. Dan kunnen we hier nog iets neerzetten. Of ik kan ook nog zeggen, ik doe het zo. Dit kan ook nog wel. Dan schuiven we deze eentje op. Zetten er nog eentje bij. Nou, nee. Dat vind ik dan weer gek met die muur. Terug, weg. wel een familiehuis, ja. Ik ga twee slaapkamers doen. Bianca zegt, ik zie net op top dat je er ook al een hele interessante video op... of net op Discord dat er een hele interessante video op het Town of Flame op YouTube-kanaal staat. Ja, uitroepteken loft, krijg je direct de link. Ja, ik ben al lekker bezig geweest, joh. Ik heb om 7:15 ben ik gaan filmen. Daarna meteen monteren, exporteren, uploaden. Nog even een streampje gekeken en nu ben ik zelf live. Verder met de Shell. Hier kunnen we wel iets van... we hebben een nieuwe decoratie ook. Omri is in de speelse bui hoor. Pak je bal dan. Ga spelen met je bal. Ja, Sharon, ik denk dat het bij iedereen een doolhof wordt. Zoveel kamers. Ja, als ze bij mij gaat toeren, dan moet ze dus hier naar binnen. Moet ze hier naar binnen. Geen idee wat ik hier ga doen. Maar dan moet ze dus hier weer naar buiten om dan weer hier naar binnen te kunnen.
En dan hier kan je ook nog die kant op. Je kan die kant op. Je kan de trap omhoog op. En dan boven ook. Dan kom je eerst hier. En dan ga je naar de gewone gang. En dan heb je ook al die deuren inderdaad. Maar ja, als bij jou moet ze zelfs naar buiten om dan bij het tweede huis te kunnen komen, Sharon. Onder heeft inderdaad last van zijn gekke 5 minuten. Het is altijd met streamen of zo, hè? Of filmen. Dan ligt hij de hele dag te luieren. En dan op het moment dat je gaat streamen of gaat filmen, dan denkt hij: oh, nu ga ik lawaai maken. Wouter, doe je goed. Ik zie nu pas dat je er nu ook mee bouwt, inderdaad. Ik ga eerst maar even de video kijken. En dan misschien eventueel kopen. Kan je je niet inhouden? Ik weet nog in het begin, ik kende Bianca in het begin nog niet zo goed. En toen deed ik pulsband. En toen had ze gezegd van dat ze dan weer een pakket had gekocht. Ik ging me op een gegeven moment echt schuldig voelen dat elke keer met een pulsband pakketteneditie. Dat het pakket wat dan won, had ze niet. En dan kocht ze hem weer. En dan denk ik, ja, ik ken je nog niet zo goed. Ik weet niet wat je financiële situatie is. Kaat zegt, oeh, ik denk dat ik de kit wel ga kopen. Ja, let wel op, hè, dat er zitten ook heel veel spullen van andere pakketten bij. Maar als je echt, oh, als je duidelijk wil zien wat er in de industriële loftkit zit, dan doe je gewoon uitroepteken loft in de chat. Krijg je linken van de video. Daar ben ik alles aan het bekijken. Maar ik wil dus. Er zitten van die buizen bij. Nieuwe buizen. Want ik heb natuurlijk hierboven deze al gebruikt. En er zit dus nu deze erbij. En wat zo tof is aan deze, hij heeft roestvlekken. Sommige dan hoor, niet allemaal. Of deze dan weer wel, dat kan ook. Nou nee, kijk, deze zijn schoon. Schoon. Ik doe wel licht, want ik heb boven ook een licht te staan. Zo. Nee, die gaan niet open en dicht. Dit is gewoon zo open. Van openslaande deuren is het. Dus dat is wel jammer, want het is wel een hele toffe deur dat je dan denkt, oh, die kan ik ook wel voor een serre gebruiken of zo. Maar ja, als je in een wereld speelt waar ook sneeuw is, dan is het heel gek dat je een deur hebt die standaard open staat. Dat is wel jammer dat ze die niet gewoon, aangezien, hoe heet het? Deze deuren gaan ook open als een sim er doorheen loopt, dus ze hadden dat best met die kunnen doen. Oké, ik wil ook even spelen met die buizen. Er komt hier geen afzuigkap. Maar we gaan deze buizen doen. Zo. Hier kan je heel leuk mee puzzelen. Oh, moet ik hem wel goed doen. Zo. Nog een hoekje. Hang ik hem nou goed? Hij komt nu deels door de muur. Dat lijkt me niet helemaal te kloppen. Misschien verklein ik hem nog. Als dat kan eigenlijk. Kijk, want nou kom ik hier dus in de knoop. Ik wilde hem boven de koelkast. Wacht, we gaan hem verkleinen. Ja, dan moet ik gaan puzzelen. Nee, oké. We doen hem niet in de keuken, jongens. We doen hem in de gang. Leuk idee, maar dikke faal. Ja, of ik doe hem alleen zo. En dan doen we hem in de gang nog doorlopen. Dat kan op zich ook wel. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ik vind het wel leuk om hem vanaf de koelkast hier te doen. En dan wil ik zo één. En dan eentje met een rooster. En dan kunnen we het vanaf de gang nog, kunnen we er ook nog leuk mee spelen. Of zal ik de witte doen? Wordt het wat lichter, hè? Gisteren kreeg ik al zoveel opmerkingen dat het allemaal zo donker was. Nu doe ik even wat lichte dingen erbij. Die buizen zouden er mooi uitzien in een restaurant, ja. Ik denk dat je wel een heel tof thema kan maken. Zo'n heel industrieel restaurant. Met ook van dit soort bartafels waar je dan aan kan zitten. Sharon zegt, ik mis eigenlijk wel een bureau in de kit. Ik zag een plaatje van de Sims zelf. Dat ze gewoon dit als bureau hebben gebruikt.
Kijk, ik kan het wel even laten zien. Misschien kunnen deze ook gewoon meteen meenemen naar boven. Boven, ja. Als ik dit als werkkamer gebruik. Zo. Krukje erbij. Nou, kijk. Zet je helemaal leuke dingen. Kan je er eigenlijk een computer op zetten? Dat zit niet onder decoraties, Kim. Oh, kijk, dat kan. Kijk, je kan dit gewoon als bureau gebruiken. Wil ik hier een laptop op? We hadden er eentje met toffe kleurtjes, toch? Hier, kleurtjes. Oh! Yesie! Nou, niet tot zondag, tot nu. Welkom! Ashley Leontina, dankjewel voor het volgen. Shoutout naar Jessie. En jongens, als je wil weten wat Jessie net heeft gedaan op stream. Toch zijn moeder wakker maken, terwijl zijn zus al wakker is. Nou, die... Oké, zeg het eerst wel douchen dan. Nou, een bad mag ze ook wel. Ik bedoel, als je zo'n bad hebt, dan wil je ook wel op zich een bad, denk ik. Ja, als je zo'n bad hebt... Oh, kijk, er komt er nog één. Misschien hier wel. Misschien gebruik ze gewoon allebei. Tot hoe laat ga je live? Tot een uur of 1:30. Meestal doe ik er zo'n... ja, doe ik het op die manier. Dat klinkt heel gek om 10 uur 's avonds. Tot een uur of 1:30. Oké, nou dan hebben we hier nog hetzelfde principe weer met de slaapkamer. Nou, welkom Jessie. En lieve heersbeestje en... Angel Princess en Kimberly 33, ook dankjewel voor het volgen. Poes, ja, Omri. Nee? Nee. Je hebt net zijn gekke 5 minuten gemist. Hoe heet het? Wat zijn nou Lianne, zijn dolle 5 minuten? Hij was aan het racen en aan het rennen en aan het doen. Maar ja, voor mensen die denken, wat heeft Jessie net gedaan? Die heeft hetzelfde gedaan. Die is ook gaan bouwen, ook met de nieuwe kit de dingetjes laten zien. Dus volg ook zeker Jessie als je meer dingen van de Sims wil zien. Zij is ook EA Game Changer, dus lekker kijken. Lianne zegt, ja, zijn gekke 5 minuten inderdaad. Omri heeft er geen zin meer in. Nee, die zit er weer heel onschuldig te wassen. Omri! En Kato Sims 4, dankjewel voor het volgen. Oké, nou, voor de mensen die binnenkomen. Ik ben bezig met de Shell Challenge van Mipuki Games. Ook een Sims streamer. Die heeft er weer een heel bijzonder bouwwerk van gemaakt. En ik ben er gisteravond mee begonnen. Toen had ik al het idee om dus de hele industriële stijl te gebruiken. Want ja... Vandaag is natuurlijk de Sims 4 industriële loft uitgekomen. Uitroepteken loft in de chat als je de overzichtsvideo wil zien. Die vind je op het kanaal van Town of Plumbobs. En waar ik gisteren vooral heel erg mee aan het struggelen was... Oh! Mipuki Games, wat doe je ons aan WTF? Nou, inderdaad. Jessie, jij wil blauw, hè? Jessie houdt van blauw. Allemaal hartjes in de chat voor Jessie. Zo. En thanks voor je suppie. Ja, ik zal zo even laten zien waar ik mee aan het struggelen was gisteren. Kijk, hier is jouw vlaggetje. Thanks voor je suppie. Hoppatee, je staat erbij. Oké, nou waar ik dus gisteren mee aan het struggelen was, is dit is dus de benedenverdieping. Kim laat het er zelf ontdekken. Gaat Jessie ook de Shell Challenge doen dan? Want ze heeft natuurlijk nu een bouwproject. En we weten allebei dat Jessie en ik allebei niet super snel zijn in bouwen. Vandaar dat ik nu weer aan het bouwen ben. Vertel. Waar zou jij hier beneden de wc doen? Al die kamers zijn zo huge. Dat was het eerste dingetje. Dus die heb ik maar boven gedaan. Hier. En... ja, in eerste instantie dacht ik dat dit wel een mooie kamer was voor een gang. Omdat al die kamers er zo mooi omheen zitten. En hierboven dus ook. Maar dat was gewoon niet te doen met de trap. Dus ik heb hem dus hier in de hoek gestopt. Een soort van trappenhuis. En het huis waar ik dus nu mee bezig ben, heeft echt een hele industriële vibe. En we zijn dus nu ook dingetjes van de nieuwe kit aan toevoegen. Ik heb dan hier de serre. Met die hele toffe deuren erbij. We hebben die buis hier al in de keuken opgehangen. En die wil ik dan hier denk ik wel door laten lopen. Ik weet alleen nog niet welke kant op. Hier. Eethoekje.
En Sharon die had het er net nog over. Van, dat ze het jammer vond dat er geen bureau in zit. Maar ja, ik zag op zo'n plaatje die we toen van IA hadden gekregen. Op een van die plaatjes zag je dus zeg maar dat dit als bureau was gebruikt. Dus dat is wel heel tof. Dat je op een hoog bureau kan zitten. En gewoon spulletjes eromheen. En een laptop die gaat er uit zichzelf op. Dus het is, dat is ook wel heel fijn. Kan je gewoon erop klikken. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig. Ik ben hier de keuken bezig. De nieuwe buis staat er nu ook. Maar ja, ik ben ook niet vlot met bouwen. Maar ik vind het wel tof, want industrieel vind ik wel een hele leuke stijl. Ik heb zelf wat industriële vibes in mijn huis. Maar het is altijd kleine dingetjes hier, kleine dingetjes daar. En nu ben ik dus bezig om dit hele huis op en top industrieel te maken. Dat is dan toch wel een uitdaging. Misschien moet ik gewoon baksteen doen hier in de keuken. Ik weet niet. Het wordt opeens heel licht dan, hè? Ik heb boven heel veel donker. Oh, kijk, hij komt ook met donkerder. Maar dit wordt wel heel donker. En het is ook niet echt baksteen. Meer beton. Lurk ze, Jessie. Thanks voor je lurk. En thanks voor je raid. En tot zondag. Oeh, nee. Ik wil zeggen, oeh, hier is het zwart. Ja, het heeft wat, maar... Wordt het weer een donkere kamer? Ik heb al zoveel donkere kamers. Of we doen dit hier. En dan doen we hier wat anders. Beton kan zeker bij industrieel. Misschien dat ik hier dan wel beton doe, omdat ik nu hier baksteen heb. Oh, dit is dat gepleister. Die vind ik ook altijd wel heel tof. Maar daar zit weer een rood tinte in. En niet zoiets. Zoiets. We doen deze. En dan doen we die... Zit dat onder decoraties? Of onder muur? Ik zoek er wel gewoon op kit. Ik ga lui zijn. Kijk, deze. Oké, jongens, willen we een fiets? Willen we iets met granen? Of willen we iets met koffie? Even kijken, is er een van de motjes die achter de computer zit? Die zegt, ik maak wel even een polletje. Fiets, granen of koffie? Even kijken hoor. Ik vind dat staal altijd zo vet. Het enige industriële wat ik in mijn huis heb is een make-up kastje. Ja, ik heb mijn computer staat nu in een industrieel kastje. Ik heb een paar lampjes die een industriële vibe hebben. En mijn behang aan die kant van de kamer. Ja, dat zie je nu niet. Dat is super donker. En mijn behang boven in de slapende logeerkamer zijn dus ook industrieel. Omdat de behang boven is zeg maar mijn betonpatroontje. En hier heb ik ook een betonpatroontje. Maar hier zitten dan scheuren in. Met rosé-goud. En als daar dan licht op valt of de zon op valt, dan is het super mooi. Bianca, top. Dankjewel. Polletje loopt. Welke schilderij gaan we kiezen? Voor de fiets, de graan of de koffie? Jullie mogen bepalen. Die komt dan mooi hier. Dat is wel tof voor in die muur. En dan kunnen we die nieuwe lamp erboven hangen. Kijk, we hebben deze. En dan doen we dat ook hier. Kijken, want dit is natuurlijk zo. Kun je de opties nog even laten zien? Ja, snel. Decoraties. Oké, dus dit is de fiets. Ik denk dat ik die lamp ga verkleinen, want je ziet het nu haast niet. Dan hebben we, dit zijn de granen. En dit is de koffie. Oh, de fiets heeft gewonnen, zie ik. Even kijken hoor. Dit was de koffie. Oké, we hebben groen. We hebben een beetje blauwig. We hebben rood. We hebben een beetje geel met rood. Oh, het zwarte is wel tof. Dan ga ik deze wel een tikkeltje kleiner. Ja, beter. Tof. Het komt te laat, maar ik vind de fiets ook het tofst. Dus dat komt mooi uit. Ja, ik vind dit wel cool. En dan hoef je eigenlijk niet heel veel poespas meer te doen. Ik wil hier wel iets nog van een kastje neerzetten of zo.
Maar je hoeft hier niks meer qua muurbedekking, plankjes, kastjes. Het vult lekker de muur zo. Het lijkt alsof het op de muur geschilderd is, ja. En slaap lekker, Dagmar. Leuk dat je er was. En thanks voor deze shell. Want ondanks dat ik frustratiemomentjes heb, heb ik mezelf ook wel uitgedaagd. En dingen gemaakt waarvan ik dacht, oh, daar zou ik niet zo snel op... Oh, ga je niet slapen? Oh, sorry. Veel plezier met wat je dan gaat doen. En Ashley, ja, deze komt ook uit de kit. Als je een overzicht wil hebben van alles wat er nieuw in de kit zit, dan typ je even uitroepteken loft in de chat. Krijg je een linkje van een YouTube-video, die heb ik eerder vandaag opgenomen. Kan je zien wat er allemaal precies in zit. Zoals deze buizen zijn ook nieuw. Deze buis is nieuw. Deze lamp is nieuw. Dit setje is nieuw. En dit is basisspel, dit aanrecht. En dat past perfect er... Nou, dat is ook aanrecht. Maar dat past er perfect bij. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Oké, laten we even kijken. Verder met de kit. Is heel irritant, want er zitten die andere kits zitten er nu dwars doorheen. Ja, het is dan van de andere kit, maar ik vind het er wel bij passen. Zo. ja, we hebben deze plant. Ik ben niet zo dol op deze plant, maar hij kan hier dan wel in de hoek toch iets van de nieuwe kit er weer in. Zo. Oh, even. Ik weet nog niet wat ik daar wil. Ja. Oh, Dagmar gaat feesten. Ja, dat zou voor normaal gesproken zou je dan denken van feesten. Maar Dagmar heeft een ballenbak thuis, dus. Nee, ik ga niet feesten, mensen. Ik ga mijn fles water zoeken en nog even katten knuffelen. Waarom staat water tussen haakjes? Dagmar. Nee, wat heb jij in het water van jou gestoken? De stiekem wijn. Die begrijpen alleen mensen die mij kennen. Ja, ik kan hier die, ik vind dit meer een woonkamerkast. Dus ik denk dat ik die laat. Maar er zit wel een andere kast waar ik nu aan zit te denken. Die zit denk ik niet hierbij. Die zit onder decoraties van wasgoedaccessoires. Kan ik hem vinden? Nee, wacht. Of het was wasgoed. Of het was ecologisch leven, bedenk ik me nu net. Want daar, dat was die kas die ik toen heb gemaakt voor Pulspand. En daar had ik zo'n kast in gebruikt. Deze. Even op alles. Even helemaal op alles. Er is... Oh ja, dat kan natuurlijk ook bij de plankjes vallen. Die niet. Kijk, dit zou handig kunnen zijn hier. Twijfel alleen over de kleurtjes. Hoi, het is welkom. Martini water. En ook dankjewel voor het volgen. Misschien was die ene toch van wasgoed. Omdat ik gewoon op de verkeerde plek zat te zoeken. Ja, deze zocht ik. Dit vind ik nou echt een kast voor hier. Ik denk wel dat ik hem eentje kleiner maak. Nou, dan wordt hij weer te... Dit vind ik soms jammer, hè? Dat je iets kleiner maakt en dat het dan eigenlijk weer net te klein is. Nee, ik laat hem wel normale formaat. Dan doen we gewoon dit een stukje die kant op. Zo. En dit even niet in zo'n happy peppy blauwe kleurtje. Oh, hij komt wel in het zwart. Past mooi bij die rand, zo. Bianca gaat er ook vandoor. Ik wil heel graag nog even de video kijken. En dan moet ik echt richting bed. Morgen gaat de wekker weer vroeg.
Veel plezier nog. Ik ga die van gisteren ook nog even terugkijken. Dan zie je mijn frustraties met de wc en met de trap. Maar slaap lekker, Bianca. En wat ik van deze kit vind, ik vind de spullen top. Op twee dingetjes na vind ik voor de rest de spullen top. Ik vind alleen als kit, ik vind sowieso de kits overpriced. Dat is gewoon punt 1. Ik zou er geen 5 euro aan geven. Ik had zelf het 3 euro gegeven. 4 euro kon ik ook nog wel mee leven. Ik vind 5 euro gewoon te veel geld voor wat je krijgt in een kitpakket. En als ik kijk naar het thema en de spullen en zo, dat vind ik heel top. Maar als ik een beetje kijk naar in hoeverre is het van toegevoegde waarde voor een kit, dan zeg ik nee. Omdat industrieel is best wel een gangbare interieurstijl. Best wel wat mensen hebben wel iets van industriële elementen in hun huis. Sommigen misschien heel veel. Dus er zijn heel veel uitprijspakketten of gamepacks waar dat best bij had gepast. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de binnenplaats oase, dat is natuurlijk iets heel specifieks. Die indeling, die inrichting, die interieurstijl. En daarvan zeg ik, ja, dan is het logisch dat je daar een kitpakket van maakt. Omdat het is heel lastig om daar een bijpassende thema bij te bedenken. Bij die stijl. En bij industrieel zou ik zeggen, ja, weet je, die ene schuurdeuren die je hebt, hadden ze in landelijk leven kunnen stoppen. Hier, dit. Heel tof. Maar dit is een bartafel met krukjes. Dat had in best wel veel pakketten erbij gekund. Dat is niet dat je zegt van, oh, dat is zo uniek en specifiek. Daar moet een apart mini pakketje voor worden gemaakt. Ik ben op zoek naar een plant. Om dit stukje nog even op te vullen. even kijken. Decoraties. Het wasgoed wel weer uit. Ik heb die ene plant heb ik al daar. En die andere had ik eerst ergens staan. Maar die heb ik voorlopig even verwijderd. Dit vind ik te strak. Oeh, deze is eigenlijk wel heel tof. Zo. Kaat zegt klopt. DJ Steen, zoiets heb ik ook al zonder deze pakket. EPK, 5 euro is te veel. Ja, ik vind 5 euro gewoon te veel. Ze had het gewoon niet hoger dan 4 moeten doen. Helemaal, omdat in Amerika is het pakket ook $5. Maar 5 euro is echt niet hetzelfde als $5. En Twitch heeft daar inmiddels van geleerd. Want het was op Twitch natuurlijk ook. Subjes waren $5, maar subjes waren ook 5 euro. En dat hebben ze nu gelijk getrokken. Dat subjes zijn nu 4 euro. Omdat euro's gewoon meer waard dan een dollar. Oh, ik denk ik mis nog iets. Ik weet het. Apparaten. Diversen. Mijn favoriete prullenbak. Kan ik eindelijk weer eens gebruiken. Zo. Top. Wil ik hier nog iets aan de muur? Ik zou niet weten wat. We kunnen de keuken nog een beetje aan kleden. Ja, $5 is 4 euro. Op dit moment 4,25 euro dan. Dat wil nog wel eens wisselen. Geen idee, Tess. Hoeveel? Want ze hebben het overal aangepast. Dus ponden hebben ze ook aangepast. Maar voorheen was alles op 5. Dus dat was niet helemaal eerlijk. Oké, decoraties. Ik begin eigenlijk met de keuken heel vaak met muurdecoraties. Want dan kunnen we natuurlijk eerst de muren aankleden. Hieronder nog wat ophangen. Zoals die ene toffe pannen die ik gisteren ook al in mijn handen had. Kan ik die nog hier? Nou, top. Perfect. Oké. Oh ja, deze wilde ik heel graag gebruiken, maar de schaduw verkleint niet mee. Dat was het. Ik denk, waarom heb ik die niet? Oeh, waar kan ik die laten? Oh, die kan ik wel hier laten. Jongens, dit heb ik al een keer eerder gedaan. Dit is heel top. Dit is van Star Wars. En je denkt, ja, maar wat moet ik ermee? Dan ga je naar... Waar staat het? Elektronica. En dan... Nee, niet alarmen. Diverse. En dan pak je dus die industriële muurklok. Was het deze? Die doe je dan. Of was het toch deze? Ja, kijk. Dan heb je een hele bijzondere klok gemaakt. Ja,
heb daar toch nog iets aan de muur hangen. Dat heb ik toen in mijn Star Wars huis ook gedaan. Met die klok. Omdat ik ben een beetje klaar met die klokken. Ik gebruik heel vaak deze. Deze. Omdat ik die heel tof vind. Maar die heeft echt een hele specifieke stijl. Dit is een beetje saai. Dit is van Land het Leven dan. Maar dat is natuurlijk heel erg oudbollig. Dit is zo standaard. Dit is natuurlijk voor kinderen. Dit is zo standaard. Dit is zo standaard. Dit is ook weer heel typisch. Er mogen wel wat meer leuke klokken bij. En dat hebben we met dit toffe ding eromheen. Kan je een klok een beetje een uiterlijk aanpassen. Oké, verder bij de muurdecoraties. Ik was gebleven bij dat ding. Hier, oké. 1 kroon is 98 eurocent. Oh, dan zal het wel ongeveer rond de 4 kroon zijn. Voor Zweden. Want ze hebben het wel afgerond. Wij hoeven niet opeens 4,20 euro voor subjes te betalen. Maar het is gewoon afgerond naar 4 euro. Sharon, ik heb mij een beetje landelijk leven in de stad gebracht. Maar wat je was net toch ook bezig met de nieuwe kids, Sharon? Wat is dat voor een vreemde combinatie? Landelijk leven en de industriële loft. Oh, hier kunnen we ook zo'n rooster. Dan is dit gewoon de afzuigkap. Wacht, we hebben die. We hadden er nog één. Ja, die is rond. We doen deze wel. Want groter zou kunnen, maar ik vind hem dan heel dicht op de buis. Beetje vreemde afzuigkap, maar we bouwen ook een gek huis. Wat vind je over het algemeen van de nieuwe kitpack? Oh, ik had het er net nog over. Wat is dit? Oké, een random klimop. Nou, als het gaat om kitpakket in het algemeen, overpriced. Dat is dus een nadeel. Als het gaat om de industriële stijl, dat vind ik echt heel tof gemaakt. Ik vind dat ze de items heel tof hebben gemaakt. Dus dat is dan weer een pluspunt. Maar als het gaat om de nut van de industriële stijl als een kitpakket, dat vind ik dan weer een beetje overbodig. Ik heb gewoon kip op een balkon gezet. Oh mijn god, die arme beestjes. Oh. Dikke hoogtevrees misschien. Die moeten we ook nog ergens kwijt. Misschien. Ja, daar kan niet. Ik zet die weer even daar neer. Hier. Want dit loopt natuurlijk door naar boven. Oh, dan loopt het tegen het hek aan. Dat is ook wel geinig. Ik twijfel alleen over de combinatie. Ik denk dat ik die wel ergens anders ga doen. We doen hem die ene weer terug. Die. Alleen ik vind deze samen te druk. Deze moet ergens anders heen. Ik plaats die ook even. Niet boven. Ook even daarin. Nee. Welke knop drukte ik nou in? Oh, hij staat er weer terug. Ik plaats die ook even daar. Ik weet nog niet wat ik ermee moet. Maar ik vind het te veel. Hé, waar is mijn andere ding nou weer heen? Die staat weer daar. Zo, die mag daar. Want dat vind ik wel passen. Ik denk dat ik hier iets plats wil hebben. Nee, ik vind gewoon dat de industriële stijl, ik vind het heel tof gemaakt en zo. Dus ik vind het een leuke kit. Ik vind de inhoud leuk. Hij is gewoon duur. Alleen, ze hadden dit gewoon in allerlei pakketten kunnen verwerken. Omdat industrieel is niet bepaald bijzonder. Wat bijvoorbeeld met de binnenplaatsoase wel was. De binnenplaatsoase geeft mij een beetje Grieks, Turks, Marokkaans badhuis idee. Met die tegeltjes en zo. En die printjes en die kleuren. En dat zou je niet zo snel in allerlei pakketten kunnen verwerken. En industrieel wel. Want als je bijvoorbeeld kijkt dan naar dit barretje met die krukjes erbij, dan zeg je nou niet van, oh, weet je, dit kan in zoveel pakketten verwerkt worden. Dus om daar een losstaande kitpakket van te maken, snap ik niet helemaal. Laat ik deze ook weer eens gebruiken. Hier. Doen we deze eentje groter. Zo, hebben we daar ook wat leuks hangen. Geef dit huis een brandblusser. Zo. Dat past
eigenlijk wel. Dat is helemaal niet zo gek. Verder. Dat is dan jammer dat het door het rooster heen gaat. Ik denk anders had het er heel leuk boven kunnen hangen. Maar Annette, wat vind jij van de kit? Ik gooi de vraag gewoon weer terug naar jou. Kruiden. Epica zegt, het ziet er zo leuk uit, maar ik zou het zelf niet in huis willen. Nee, dat vind ik ook van industrieel. Ik heb wel industrieel in mijn huis, maar het zijn kleine elementjes hier en daar. Ik zou niet een industrieel huis willen hebben. Oeh, dit is ook top. Een industriële eindknop. Oeh, als we die nou hier doen. Niet helemaal. Zo. Komt die wel in het wit? Ongeveer. Grijs. Lijkt het net of dat hoort. Ik heb dat ook met landelijk hoor. Ik vind landelijk leven, die spulletjes, zo tof. Maar niet voor mij. Niet in mijn huis. Dus ik snap ook wel dat mensen dat met industrieel hebben. Ik zie allemaal dingen. Hier nog meer buizen en zo. Ik heb hier een hele dumpkamer inmiddels al. Met dingen waarvan ik denk, oh die heb ik nog niet gebruikt. Die heb ik ook nog niet gebruikt. Hier, dit is ook wel stoer. Hoppatee, messenset. Hak, hak, hak. Deze zocht ik. Kijk, die kan mooi. Zo. Oké, leuk. Keuken een beetje aangekleed. Dan kun je hier nog wat maken. Hier kunnen we nog wat dingetjes bijzetten. Dan gaan we naar diverse. Wat mijn favoriete pack is, doe je Favo EP, uitroepteken Favo EP, uitroepteken Favo GP, uitroepteken Favo SP. En dan krijg je alle antwoorden. Hoppatee. Thanks Annette. Keukenpapier. Zo'n dingetje. Joep, nog zo'n dingetje. Die tafel is wel mooi, hè? Ja. Nee, die doe ik niet hier. Wat is dit? Stenenweg diagonaal. Ik zou niet weten wat ik ermee moet. SP, niet AP. Zijn de Amerikaanse volgordes. EP staat voor Expansion Pack, GP voor Game Pack en SP voor Stuff Pack. Zullen we dit een koekplant geven? Dat vind ik wel leuk. Nou, omdat er ook een vetplant in het pakket zelf zit, in de kit. En die matcht wel leuk, mooi. Die chipjes zijn wel lekker, maar die kruiden die erin zitten. Deze. Voor de mensen die later binnen zijn gekomen. Ik ben deze gaan proeven. Die kreeg ik laatst gratis bij mijn boodschappen erbij. Maar er zitten dus van die aroma's in. Die Kentucky Fried Chicken aroma's. En dat kriebelt wel in je keel. Slaap lekker, Epica. En Linia. Ja, de kalenderfunctie zit nu wel in de base game. Aan de ene kant snap ik het. Aan de andere kant ben ik er wel een beetje klaar mee dat EA telkens dingen van pakketten naar base game haalt. Want daardoor worden de pakketten minder waard. En de pakketten zijn al duur. Ik denk, bedenk dan gewoon nieuwe dingen voor de base game en doe dat updaten. Ga niet de hele tijd dingen van pakketten weghalen en dan in het basisspel stoppen. Maar we krijgen natuurlijk wel later dit jaar, ik vermoed volgende maand in september, dat een van de bestaande gamepacks een update gaat krijgen. Dat was natuurlijk helemaal leuk aangekondigd. Dus ik hoop wel dat het ook echt aankondigingswaardig is. En niet dat het
één nieuw itempje is. Of weet ik veel, één nieuw gameplay dingetje wat je kan aanklikken. Dus we gaan het zien. We weten ook natuurlijk niet welke gamepack. De meeste mensen vermoeden Wellnessdag. Ik denk wel dat het een van de oudere gamepacks is. Want ik denk niet dat voor interieurdesigner dat ze dat nu zo zouden aankondigen. Ochtendpleur. Oh, dat kan ook nog naar boven. Oh, leuk. Oh, hier. Suipen. Speciaal voor Dagmar. Die, die hoort met hem toch niet meer. Zo. Suipen voor Dagmar. Komt dat ding nog in een andere kleur? Ja, zo. Annette wil die ook proeven. Ja, ik kreeg dus gratis met mijn boodschappen. Ik dacht, ik ga het op stream proeven. Hij lijkt een beetje op bolognese. Daar vind ik hem een beetje mee te vergelijken. Bolognese chips. Nou, hier zie ik niet echt meer wat. We kunnen hier nog even kijken. Oh! Oh! Kak. Ja. Hoe ga ik dat oplossen? De prullenbak gaat naar deze hoek. Aangezien daar ook de bezem ligt. Ik weet niet of mensen al door... Ja, ik zie Annette al. Wat is er? Dan gaat de koelkast hierheen. Dan moet de klok opzij. Jij ook. Ik heb geen wasbak. Ik heb geen wasbak. Oepsie. Ik ben al een keer in een speedbeeld. Dat is echt erg. Ik heb een keer een speedbeeld op mijn eigen YouTube kanaal gezet. Voor de mensen die dat niet weten. Ik heb ook een YouTube kanaal. Net als Jessie. En toen was ik dus de koelkast vergeten in de keuken. En ik heb het niet doorgehad bij het bouwen. Ik heb het niet doorgehad bij het monteren. Ik heb het niet doorgehad bij het maken van de foto's die dan aan het einde komen. Nee, iemand in de reacties moest het mij vertellen. Dit zou ik heel tof vinden als die dus... zo zou kunnen, maar dat kan niet. Komt deze hoog genoeg? Nee. Jammer. Oh, ik had boven die ene. Hoe heet het? Deze. Komt ook niet hoog genoeg. Oké, nee, dan gaan we gewoon een inbouwdingetje doen. Dan vind ik dit het beste bij passen. Oh, nou, dan daar. Niet zo vervelend doen, spel. Het zijn maar pannen. Hoi Tony, welkom. Dieuke vergeet vaak de prullenbak te plaatsen. Dat heb ik ook wel eens, ja. Nu was ik gewoon de wasbak vergeten. Ik kan ook zeggen... Oké, jongens, wat gaan we doen? Gaan we de keuken doen zoals die nu is? Of gaan we hem... zo doen? Wat zeggen jullie? Er komt natuurlijk een keukeneiland in plaats van... Kan dat trouwens? Of gooit hij de wasbak aan de andere kant? Oh, nee, dat kan. Oké. Okay. Ja, er is een prullenbak. Die staat nu hier in de hoek. Die stond eerst hier in de hoek. Annette zegt de eerste optie. Wat was het? Oké, jongens. Opnieuw. Dit is optie A. Koelkast staat in de keukenhoek. Dit is optie B. Wasbak staat in de keukenhoek. Ik maak wel een polletje, want ik weet niet of er een mop nu is. Zo. Gaan jullie maar stemmen. Oh, Lianne was er. Ik zal het onthouden, Lianne, maar ik heb hem gemaakt. Oké, dit is dus optie B. Laat maar weten. Dan ga ik dit fixen. Ik hoorde dat je een nieuw pakket hebt gekocht, Tony. Geen vampieren, maar wel wasmachines.
hoppatee. Zo handig, die move objects. Ja, ik moest wasmachines hebben. Kijk, ik heb ze hierboven. In het washok. Hier wasmachines. Een of ander vreemd ding uit weet ik veel welk pakket. En dan hier nog een hoekje. En fitness wou ik ook nog op. Ja, fitness heeft echt heel leuk behang. Leuke stenen. Heb ik die ergens? Nee, die heb ik niet ergens in het huis. Die heeft hele leuke dunne bakstenen muren. Oké, okay, optie B, wasbak in de keuken heeft gewonnen. Oké, okay, dan laat ik hem zo staan. We moeten nog een handdoekje bij. Niet die. Waarom zet ze dat nooit op om op dezelfde plek? Dat is frustrerend. Wacht, ja, ik had wel boven die ene. Deze. Ja, die past hier wel het beste bij. Of ik doe hem gewoon heel hoog. Zo. Ik kan handjes wassen. En dan willen we nog een zeepje erbij. Waar staat die? Hier. Hallo! Is het weer zover? Godzakken. Ik zet je wel even buiten. Ik wil niet weer dat al mijn spullen verdwijnen met het bouwen. Kom op. Nou! Leuk joh, move objects. Terug jij. Kan andere voorwerpen niet doorkruisen. Dat is het hele concept van move objects. Nou, oké dan. Dan zet hem wel aan die kant. Ik snap ook niet waarom het nu opeens een issue is. Het was voorheen nooit een issue. Ik wilde net typen, is het weer zover? Ja, ja, het erge is dat glazen brughuis... Ik ga meteen even opslaan. Dat glazen brughuis moet ik dus ook nog afmaken. Die heb ik nog steeds niet af. En dat is dat huis waarbij constant alles verdween. Nou, ik denk dat de keuken wel klaar is. Oh, hier kunnen wel dingen in. Anders is die kast zo leeg. Wat hebben we allemaal? Wat echt voor keukending is. Biochemisch medicijn. Laat ik hem dit keer niet doen. Ik heb hem al in een paar huizen gebruikt. Alleen dan niet als biochemisch medicijn, maar als een of andere homeopathische druppels of shakers of dat soort dingen. Wauw, ziet er nice uit. Thanks. Ja, ik zat even laten zien, want jij hebt het natuurlijk nog niet gezien. Ik ben dus heel erg voor de industriële look gegaan. Ik heb hier glas dak. Hier kom je binnen bij die schuine muur. Dus ik moet hier nog een gang gaan maken. Dan kan je deze kant op. En wat ik met deze kamer ga doen, nog geen idee. Ik heb hier wat spullen neergezet waarvan ik denk, oh, dat is industrieel. Die wil ik misschien nog gebruiken. Ja, hier gaat uiteindelijk nog kapstok en dat soort dingetjes komen. Nou, dan ga je hier doorheen. Dan heb je de keuken. Met in dit smalle hoekje. Daar heb ik dus nu een zithoekje gemaakt waar je kan eten. Plus hier nog met z'n allen aan tafel. Dat kan ook. Dan gaan we hier doorheen. Nou, hier komt bij mij uiteindelijk de woonkamer. Moet ik nog aanwerken. Hier is de gang. Dan komt hier een soort van serre ruimte, denk ik. Moet nog even kijken wat ik hiermee wil gaan doen. Ik heb nog niet echt ideetjes. Behalve dan wat stoelen neerzetten en zo. Misschien kan ik hier wel gewoon een chillkamer van maken. Wil je een tv'tje, een gameconsole? En dat je hier meer een woonkamer van maakt? Nou, dan heb ik hier het trappenhuis. Waarvan ik zei dat ik had zeg maar dan rechts achter de trap gedaan. Oh ja, dus, deze ruimte heeft dus ook een glazen dak. Washok hierboven. Wc dus boven is wel een beetje vervelend met gameplay. Maar ja, ik wil gewoon geen huge SWC hebben beneden. Nou, dit is gewoon heel makkelijk. Een kast geplaatst. En dit is de industriële badkamer. Dat is allemaal wat we gisteren hebben gedaan. En vandaag ben ik dus nu bezig geweest om dus dingetjes van de kit toe te voegen. Zoals deze open opening. Ja, het zijn openslaande deuren, maar die deuren gaan dus niet dicht. Het is echt gewoon echt een opening in het spel. Deze buis is van de kit. Deze lampen zijn van de kit. Dit is nieuw. Dit is nieuw. En dit is heel tof, want dit is dus een basisspel aanrecht. En dit is dus een bar van de kit. En dat matcht zo goed met elkaar. Dit is nieuw, ook van de kit. Kan je helemaal leuk in elkaar puzzelen.
Dus daar ben ik nu een beetje... De keuken hebben we nu net gedaan. Deze kan weg. Is er nog steeds genoeg licht? Nee, er moet eigenlijk nog een lampje bij. Dat vind ik niet bij activiteiten en vaardigheden, Kim. Oh, niet bij elektronica. Daar, verlichting. Ja, misschien dat ik gewoon hier... Zo, gewoon verstopt. Voor de licht. Voor het licht. Zo. Wil je die dan nog wel afmaken als alles steeds verdwijnt? Ja. Ik wil uiteindelijk al mijn huizen af hebben. Ik heb ook nog dat Star Wars huis, dat moet nog af. Ik heb nog 64 tegelhuis, moet nog af. Weet je wel, die onder de grond zit. De moderne villa, waarbij ik ooit op een feestdream mee ben begonnen. Die is ook nog niet af. Heb ik nog iets? Ik kan het even niet zo snel bedenken. Strakke vloer ook in de gang, ja. Dat was meer... niet per se vrijwillig gekozen. Maar ik heb zeg maar hier een kamertje gemaakt. Om dat plateau omhoog te krijgen. En toen kreeg ik hier een hele lelijke zwarte schaduwplek. Dus toen dacht ik, nou dan laat ik het hekje tot hier lopen. Want ik wilde hem eigenlijk tot hier. Zodat je lekker veel loopruimte had. En dan doen we er een zwarte vloer bij. Dus je ziet er niks meer van. Maar er zat dus echt een hele dikke schaduwplek hier. Dus vandaar dat de gang zo donker is. Alleen maar om die schaduwplek te verhullen. Oh ja, we waren bezig bij die kast. Misschien dat theerekjesrek met de theeapparaat in die grote kast bij het zithoekje. Kijk, de decoraties. Oh, deze bedoel je? Ja, maar die kan ook wel hier, denk ik. Omdat hier ook zo'n kant staat en hier zijn allemaal kommetjes en zo. Nou, draai eens mee. Ja. Oh, nee, nee. Gaan we vervelend doen? Kijk, vind ik meer iets voor daar. En hij moet wel zo, want als ik er eentje hoger doe, dan gaat hij zweven. Omdat die kast heb ik een klein beetje opgetild. Zodat dit mooi overeenkwam. Oké. Nou heb ik nog steeds niks voor hier. En altijd nog die borden plaatsen die met ecologisch leven... Was het ecologisch leven? Ik weet het al niet meer. Weegschaal. Nee, geen weegschaal. Kom op, weegschaal. Oh, ding komt er doorheen. Nou, dan ga je daarheen. Ja. Bordjes zijn voor sneeuwpret. Ja, die bedoel ik. Kan je altijd wel een paar op een plankje leggen. Wat is dit? De 1.4 FDP-toren. Oké. Leuk hoor, die Batuu kit. Ik gebruik hem alleen in mijn Star Wars huis en nu in dit huis. Voor de rest heb ik vrij weinig van Batuu gebruikt. Rommel dan. Oh ja, we kunnen altijd nog dit soort leuke bakken neerzetten. Nee, daar. Daar. Daarboven. Nee? 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 Nou, dan niet. Daar heb ik geen zin in. Ik heb alle pakketten, ja. Oh, we hebben twee makers met een lange ei. Die bladder. Die, waarom gaat het bij die... Oké dan. Dan ga jij gewoon omhoog. Zetten we jou daar neer. Maar dat kan helemaal niet, bedenk ik me nu. Want dan kom je door het plafond.
Hebben we daar nog plek? Nee, oké. Okay. Nou, weg, weegschaal. Ik wil deze. Waarom hebben Sims ooit dat Star Wars ding gemaakt? Ja, EA, hè? Dat was gewoon een marketing dingetje. Net als dat Moschino was ook een marketing dingetje. Maar Moschino vond op de kleding na. De Moschino qua spul is leuk. De kleding wat minder. Nee, maar de Sims is van EA en Star Wars is van EA. Dus dat is gewoon een contract dingetje geweest. Ja, daar gaat ons sterrenbeeld. Boekjes. Ik heb nog een visieborden niet gezien. Oh hier, kijk, hier zijn ze. Waarom staat het dan weer? Waarom staat er eentje voor en eentje achter? Oh. En eentje achter, dat snap ik dan niet. Maar ik hoef er maar twee stapeltjes. Oh, dit is wel heel heftig geel. Nou, doen we groen-gelig en blauw turquoise. Star Wars is toch Disney of heeft EA alleen de game rechten? Oh, zo ver gaat mijn kennis ook niet. Iemand in chat die het weet? Ik weet wel dat de games... De Star Wars games vallen onder EA. En de films volgens mij inderdaad onder Disney. En waarschijnlijk zitten daar contractdingen tussen. ja. Ze hebben wel echt de plank misgeslagen daarmee. Niet echt reclame voor Star Wars nu niemand de pack geweldig vindt. Nee, ik heb de pack niet eens gespeeld. Ik heb alleen... Twee keer een bouwstream ermee gedaan. En het huis is nog steeds niet af. Ik vind het wel een heel tof huis hoor. Misschien dat ik het zo nog eventjes... We kunnen het wel even laten zien. Deze even opslaan. Ik zal hem wel even laten zien. Hij is wel heel tof. Kijk, hij staat in Oasis Springs. Kijk, in dit geval. Ik heb me toen laten inspireren op de bolwoningen. Die... Niet in Den Bosch, maar daarnaast. Maaspoort, volgens mij. Ik weet even de naam niet meer. Kijk, dit is mijn Star Wars huis. Nog steeds niet af. Binnenkant is wel grotendeels af. Maar ik denk ook nog, wat ga ik met de omgeving doen? Geen idee. Nou ja, je komt hier dus beneden binnen. Moet je met de ladder omhoog. En dan met de ladder verder omhoog. En dan kom je dus hier. In de keuken. En ik zie dat mijn magnetron verdwenen is. Ik heb Move Object, Sims. Kijk, hier heb ik die klok. Hier heb ik het voor het eerst gedaan. Maar... Ik had hier een magnetron. Ik weet niet eens meer welke magnetron. Oh, nu mag het opeens niet meer. Zeker vanwege jou. Hier stond er volgens mij nog niks in. Mijn wasbak is verdwenen. Oké, dus hier moet ik zeker nog een keer daar stream van terugkijken en wasbak zoeken. Ik denk dat ik die gewoon daar bovenin ga zetten en dan de magnetron erop ga plaatsen. Nou, dan kom je hier boven. Kom je hier. En dan had ik dus hier de woonkamer. Met allemaal zoveel mogelijk spullen van Star Wars toen gebruikt. Ja, mijn spel spookt. Maar dan denk ik het hele concept van Move Objects is dat je spullen door elkaar kan zetten. Dus waarom verdwijnt het de hele tijd? Nou, hier dus allerlei televisies, want zogenaamd kan je dus dan de boel in de gaten houden. Dan moest ik volgens mij ook nog camera's ophangen. Nou, en weer een of ander Star Wars ding. Geen idee wat je ermee doet. Dan komt hier in het midden, komt dan dus uiteindelijk de badkamer. En aan deze kant heb ik dus de slaapkamer. Bed is niet van Star Wars. Die komt uit bowling? Of vintage? Ik weet het niet. Maar als je dit zo ziet, dan denk je... Dit is eigenlijk niet eens een hele lelijke slaapkamer. Dit is wel heel leuk gedaan. Nou, hier nog kledinghoekje. En de verdieping eronder bij de keuken heeft dus nog een balkongedeelte eromheen. Dus ik moest dan nog... Ja, de badkamer moest nog af. Nou, het dak moest dus af. Ik moet blijkbaar dus dingen gaan fixen, want de keuken was al af.
En de buitenkant me nog. Maar dit is mijn Star Wars huis. 2 keer mee bezig geweest op stream. Toen het uitkwam. Wanneer was dat? Hele tijd geleden. Nou, laten we maar gewoon doen, want er is niks opgeslagen. Word beroemd. Ja, Bets van Word beroemd. Waar was ik? Newcrest. Hier zijn we. Die bloemenvlaas is leuk, ja. En die kleur ook natuurlijk. Oké. Terug naar de kast. Ja, ik hoef hem niet per se nu helemaal te vullen. Hè. Ik kan aan het einde, wil ik ook nog... als het huis klaar is, misschien met... Oh, kijk. Ja, dan zal ik dus denken met Star Wars spullen erdoorheen. Oh, die is heel groot. Nog wat kleiner. Dacht ik, dan zet ik de Star Wars kit aan. We zetten de... Of de Star Wars kit. De Star Wars gamepack aan. En een nieuwe kit aan. En dan nog even door het huis om al die dingetjes verder op te vullen. Kan jij er bovenop? Nee, dan niet. Ik heb er geen zin in. Even tussendoor weer opslaan. Oh, command doet het niet. Heb ik er een cooldown op zitten? Ik ga even kijken. Oh, wacht. Ja, er zit een user cooldown op. Ik ga hem even aanpassen voor Janet. Zo. Gooi ze nog een keer in de chat. Nu kan het. Stond ingesteld dat je hem, wat was het, een uur niet meer kon gebruiken. Waarschijnlijk ooit bedacht, zodat er niet mee gespamd zou worden. Maar dat valt op zich wel mee. Mensen op YouTube? Antwoord op veel gestelde vraag. Wat zijn mijn favoriete pakketten? Kit moet erbij. Ik heb alleen uitbreiding, gamepack en accessoirespakket. Ik heb nog geen Favo kit. Ja, ik denk dat dit wel mijn Favo is. Ondanks dat ik, hoe heet die ook weer? Binnenplaatsoase meer nuttig vind als kit. Spreekt de industriële stijl me meer aan. Die sportieve waarvan ik de naam van kwijt ben. Ja, is alleen maar kleding. Vind ik een beetje nutteloos voor een kit. Alles aan kant. Is wel geinig. Maar was wel heel karig. 3 stofzuigers, 3 kruimeldieven. Dat was het. Wat hadden we nou nog meer? Wat was die andere? Landelijke keuken was gewoon een nice streak. Krijg je eerst een landelijke keukenkit. En dan 2 maanden later. Ja, hier is landelijk leven. En ik denk, ja. Had die keuken daar even bij gestoken dan? Oké, Favo kit is dan wel deze. Industrieel loft. Nou, ik denk dat de keuken nu al klaar is. We houden dit wel gewoon leeg. We hoeven die hele kast natuurlijk niet vol te proppen. Ja. Ik weet alleen niet zo goed. Ja, woonkamer moet nog. Ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet. Misschien kunnen we de slaapkamer wel doen. Want er zit natuurlijk een nieuw bed in het pakket. Die ook aan deze kant doen. Ik vind die nieuwe ramen... Ja, de kit heeft ook nieuwe ramen. Ik zoek wel weer zo... Het heeft ook wel wat hoor, maar ik heb nu heel erg hoekige dingen en dan... Ik heb hier wel een heel klein rond raampje, hè? Maar dat was meer omdat er gewoon... Ik had daar een klein raampje nodig. Ik heb heel veel hoekige strakken. Dit is dat natuurlijk wat minder. Ik kan op zich wel dit zo doen. Is dit... Nee, dit is raar. Ik vind dit lelijk. Als dit recht is en dan weer een boog eronder... Ik denk niet dat ik de nieuwe ramen ga gebruiken. Tess, als je in mijn Discord zit, uitroepteken Discord, dan vind je daar een kanaal dat heet Agenda. En als ik het weet, dan zet ik het erin. Oeh, ik ga denk ik hier... Geen vloerbedekking, hoe heet het, laminaat? We hebben er eentje die heel erg verweerd is. Oh, we hebben ook deze. Landelijk leven. Maar kijk, deze zocht ik. Die ziet er ook uit alsof er al heel vaak overheen gelopen is. Hier, al die krassen erop en die vegen en zo.
En dan doen we comfort. Kijk, ik heb ooit een cursus lassen gevolgd. Tweepersoonsbed. Ik vind die namen grappig. Ik zal hem denk ik wel niet bij dat raam zetten, want dat is niet zo handig. Of ik moet dat andere raam even pakken. Dan haal ik deze weg en dan zet ik er een dichte voor in de plaats. Maar die hebben we allemaal niet. Ik dacht dat we die ook hadden in dicht. Moschino. Oh nee, alleen lang open en lang dicht. Maar kort hebben we alleen open. Ik dacht te horen dat je zei strakke hoeken. Annette, het is 11 uur. Het komt er allemaal een beetje gek uit. Waarom is nou weer hier een muur? Ik heb alleen de badkamer geverfd. Nou, dan doen we hier wel die weg. En zo. Dan doen we wel hier dit raam. Ook Moschino. En die dan hier eronder. Ik twijfel een beetje of ik het bed wil neerzetten. Dit is heel gek als je zo binnenkomt. Past die zo? Oh, hij past zo nog wel. Misschien dat ik het zo doe. Wordt het wel heel krap. Want dan denk ik, ja, waar laat ik nu de kast? Oh, daar zo. Dit is korter vanwege die deur hier. Dus hier meer ruimte. Dan doen we hem wel toch daar. En dan doen we daar denk ik de kast. Elf uur is voor jou toch ochtend? Nou, zo erg is het ook weer niet hoor, met mij. Elf uur is geen ochtend. Ober, ik zit nou na te denken. Ik denk, wat wilde ik ook alweer doen? Je leidt me af, Annette. Ik wilde de nieuwe kast. Kijk, er zit ook een nieuwe toffe kast bij. En dan heb je hier nog wel loopruimte dat je er langs kan. Is het een halve tegel? Zo goed als, maar ik zet hem voor de zekerheid wel even zo neer. Kijk, een Sims hebben een halve tegel nodig om ergens langs te kunnen komen. Oh ja, welke kleur ga ik nemen? Laat ik daar eerst even naar kijken. We hebben een beetje donkerblauw en lichtblauw met geel en rood en oranje en geel. En zwart. Ik ga weer voor zwart. Licht. Beetje turquoise. Rood. Nog meer geel. Licht. Wat is het verschil tussen die? Oh, dit is bruin. En dit is donkerbruin frame. Ja, ik denk dat ik een donker frame... Oh, ik weet niet. Jongens, roep een kleur. Welke vonden jullie mooi? Want ik heb nog niet echt... thema kleuren in het huis. Ja, ik heb hier een beetje blauwig. En ik heb in de badkamer. Hier. Ja, washok is natuurlijk ook blauw en geel. Badkamer is een beetje... Misschien moet het van blauw en geel gaan. Deze was blauw en geel. Dat het nog een beetje in lijn is met een huis. Tess zegt, ik zit in de Discord. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Tess. Was zeker gezellig. Leuk dat je er was. Ik denk dat dit komt het meest overeen met de badkamer. Jong, zwart. En dan hebben we een donkere hout. Zo. Matchy matchy. Ik wil de nieuwe stoel omlaag. Deze. Maar wil ik wel de nieuwe stoel? Ik vind het niet echt een slaapkamerstoel. Ik vind het geen ik dump hier mijn kleren op stoel. Dus ik wil toch niet een nieuwe stoel. Dan misschien deze. DJ Steen, ik heb mijn antwoord al. Disney heeft aan EA de rechten van games verkocht. Maar ook aan Ubisoft. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel voor het opzoeken en doorgeven. Weten we dat ook weer. En Annette zegt, ik zou die blauw-gele doen inderdaad. Anders wordt alles zo zwart-wit. Ja, deze heeft een groene streep. Kijk, deze heeft een blauwe streep. Zo. Dit vind ik meer een stoel voor in de slaapkamer. Ik wil dan wel het nieuwe tafeltje. Het nieuwe nachtkastje. Dus dit.
hoorders van landelijk leven. Waar sta jij? Hier. Nou, ook in die kleur. Doe hem ook aan de andere kant. Waarom niet? Oh, heb ik hem er half in de muur gezet? Nee, dat valt wel mee. Zo. We hebben geen nieuwe lamp, kleine lampjes of zo. Maar we kunnen hier vast wel iets vinden wat industrieel is. Nederlands, dat is ook eens anders. Nou, dit is al mijn 114ste Nederlandstalige stream op Twitch, hoor. Welkom. Ik stream alleen in het Nederlands. Dat is wel een hele bijzondere lamp. Niet met een kaars erin. Die dan maar. Ik spendeer niet veel tijd op Twitch. Kijk en spreek meestal alleen Engels. Ah. Nou, er is al een hele clubje mensen hoor die Sims in het Nederlands doen. Ik ben toevallig nu lekker laat een keertje. Lekker een late avondstream. Vind ik ook wel eens leuk. Maar ik stream vaak meer of middagen, namiddagen of begin van de avond. Zal ik dat lelijke kleed er maar onder stoppen dan? Ik weet niet wat mensen ervan vinden. Oké, mensen in de chat. Er zijn twee dingen die ik lelijk vind aan de nieuwe kitpakket die dus vandaag is uitgekomen. Dat is dus deze plant. Ik zal hem nog even meenemen naar buiten, want hij is een stuk groter. Nieuw. Ik vind dit alsof het niet scherp is. Alsof het niet af is. Te pixelig. Wacht, nieuw kitpakket. Ja, er is vandaag de Sims 4 landelijk... Nee, de Sims 4 industriële loft kit uitgekomen. Was ook maar eergisteren aangekondigd hoor. Dus als je het niet weet, dan kan het daar aan liggen. Uitroepteken loft in de chat. En dan krijg je een linkje naar een video waarin alle items laten zien. Ze zijn al, ja, je kan hem al bij Origin bestellen. Maar hij was echt eergisteren om 7 uur 's avonds hadden ze het aangekondigd. Zo van, ja, donderdag komt industriële kit. Dus je denkt, oké, normaal zit er wat meer tijd tussen. Maar ja, deze plant zit er onder andere bij. En er zitten er zoveel dingen bij die super mooi gedetailleerd zijn. En dan zie je dit. Dat je denkt, die plant is echt lelijk. Ja, die kast hoort bij Moschino hoor. Die is zeker mooi. Die komt in de woonkamer. Maar die hoort bij Moschino. En dan is er nog een ding wat dus in dat pakket zit. Wat nieuw is. En dat is dit. Dit kleed moet zeg maar... Wacht, ik zal het even op middag zetten. Dit moet zo'n pluizig zacht kleedje zijn. Voor mij is dit gewoon wat pixels bij elkaar geramd. Hoi Bernice, welkom. Leuke plant, maar een beetje wazig of pixelig, ja. Kijk, Jol kan lekker meteen spelen. Die kleed vind ik echt lelijk. En dan denk je, nou weet je, het is één kleur. Daar kan je nog mee leven. Maar het wordt nog erger, want als ik dus deze aanklik. Dit ziet er toch uit alsof hij nog niet af is. Bernie zegt, ik heb alleen een kit met die stofzuigers. Vind het helaas een beetje duur worden als ik alle kits koop. Ik vind sowieso de kits overpriced. Ik zou zeggen, 3 euro was een mooie prijs geweest. 4 euro was tegen de grens aan. 5 euro vind ik gewoon te veel. Is gewoon te duur. Blech, misschien als je hem kleiner maakt. Ja, ik denk dat dit een heel leuk kleed is. Om dan naar de slaapkamer te gaan. En dat zo deels... Onder het bed. Nee, wel zo. Dat je er maar een klein beetje van ziet. Zo. Sharon zegt, ik vind het kleed wel oké. Het is wel een lekker formaat. En ik heb hem vooral in het zwart. Ja, ik snap het concept dat ze leuk, zacht en fluffy willen. De uitvoering is het alleen niet. Helemaal als je dan die nieuwe bank hebt gezien. Die details van de nieuwe bank.
Dan is dit gewoon echt prutswerk. Annette, dat was ook mijn idee. Zo onder het bed. Ja, er zit er toch wat nieuws in. Je ziet het leedrandje, dus die is niet heel erg. Oké, we gaan nog even wat leuks hier. Kunnen we nog wel op het tafeltje zetten. Ga ik ze vent hier, ventilator. Voor als het warm is. Ik vind hem wel heel groot trouwens. Zo, die is beter. Had er nog niet van gehoord in de Game Changers Discord. Had jij niet gezegd dat er een nieuwe kit is, wist ik er niks van. Wie ben jij? Wat is jouw Discord naam? En die stoel in de hoek ook in donker hout. Heet je op Discord ook Jol? Ik ga even kijken. Er zitten vet veel mensen in die server. Ja, ik ken niet alle Nederlandse of mensen die Nederlands spreken die Game Changer zijn. Nee, ik zie het er niet zo snel bij staan. Maar heet je in de Discord ook Jol 1990? Annette wel de stoel in donker houdt. Nee, maar dan komt hij dus niet met blauw-grijs. Oh, je hebt iets gezegd. Ah, hallo. Nou jongens, Jol is ook een game changer. Dus als je dus content wil zien. Wat doe jij? Ik heb juist mijn eerste huis in 6 maanden opnieuw gebouwd. Beetje simpel, maar soa. DJ C, wat ik vond van de Sims is dat sommige objecten wat meer interactie kunnen krijgen. Ja, dat ook. Ik bouw belachelijke dure dingen en boten. Maar ook op Twitch of zit je op YouTube? Of ben je Gallery Game Changer? Want ik ben vooral bekend met het clubje 3 meiden die de content dus in het Nederlands doen. Dus ik, Jessie en Rosie. Hoe gaan we hier de kamer mee inrichten? Ik zat op Twitch even gestopt. Internet is de laatste tijd irritant. Vooral Gallery Game Changer. Oh, leuk. Nou, welkom. Wat gaan we hier doen? Ik gebruik deze muur bijna nooit. Maar hij is op zich wel geinig. Helemaal met dat kleedje erbij. Ik zou hem denk ik alleen niet aan alle kanten doen. Zal ik hier eens een keer voor de lol een lichte kamer maken in plaats van alles zo donker? Want de onderkant matcht wel heel goed. Ik had ooit in de Sims 3 een droomslaapkamer gemaakt. Was ik vergeten op te slaan? Nee! En in de Sims 3 is het een meer gedoe om te bouwen. Oké, we gaan even een metagame changer bekijken. Dat vind ik wel leuk. Oh, ik ben nog niet klaar. Sorry. Oh, gaan we weer zo vervelend doen? Alles. Zo verkeerde categorie. Ik zit op de galerij. Oh. Zo, goedemorgen. Thanks. Kijk, daar ben je. Oké, jongens. Game changer. Oh. Yo. Heel tof. Ja, ik snap wel dat je Gallery Game Changer bent. Heel tof. Nou, dan ben ik ook benieuwd wel wat je met de kit gaat doen dan. Ik ga je volgen. Vind ik leuk. Zo. Ik volg nou toch, hè? Nou jongens, dus dit is ook een Nederlander, denk ik. Of Belg. In ieder geval iemand die Nederlands spreekt. Ook EA Game Changer is, alleen nog voor de galerij. En dus de content in het Engels doet. Met onder andere dit soort hele toffe boten.
ik heb nu net een huis gebouwd met home decorator en get together. Ik heb daar het geduld niet voor. Hé, hey, ik heb daar de creativiteit niet voor. Ik vind zo'n boot heel tof, maar het geduld... Ja, het geduld is een beetje een dingetje, omdat... Ik ben gewoon een langzame bouwer, dus ik heb gewoon heel veel verschillende huisprojecten op dit moment staan over heel veel streams. En dan doe ik tussendoor de Wonder Baby Challenge of ik doe opeens een ander spel. Maar ja, ik weet niet of ik het geduld zou hebben om echt zo'n hele boot te doen met allemaal details. Maar ik weet wel dat ik die creativiteit niet heb om dat te kunnen. Interieurdesigner heeft hele goede objecten. Het lijkt net alsof men Sims heel IKEA heeft leeggekocht. Ja. Ik vind interieurdesigner wel een toffe pack als het gaat om de bouwmodus. Of de koopmodus. Ik vind alleen dat er geen gameplay in zit. Dus ik zelf noem het eigenlijk altijd een accessoirespakket XL. Ik had ergens anders ook al gordijnen gebruikt, hè? Ja, badkamer. Hier. Hoppatee. Beetje kleur in dit huis. Zal ik hier dat nieuwe schilderij dan doen die iedereen zo bijzonder vindt? Deze. Hier zit geel bij. Oh, komt hij maar in één kleur? Hij komt in één kleur. Mijn deur is geglitcht. Alweer! Gedraag je deur. Ik wil niet dat je tegen de rand komt. Ik speel niet echt Sims. Ik bouw alleen maar mijn Sims dienen alleen om huizen te testen. Ja, als je echt alleen maar een bouwer bent, dan maakt de gameplay niet uit. Maar ik vind gameplay dus ook leuk. En dan denk ik, ja, qua gameplay er zit eigenlijk niks nieuws in. Het game aspect is gewoon heel beperkt. Aan de ene kant denk ik, kamer is leuk. Aan de andere kant voelt het een beetje kaal. Misschien ook omdat de andere kamers zo donker zijn. Er moet sowieso een nieuwe lamp in. Misschien kunnen we hier ook wel weer een Star Wars lamp in hangen. Waar vind ik die? Oh, ik ben gewoon te lui om te zoeken. Zo. Deze vind ik namelijk heel tof. Alleen niet een hele praktische kamer om hem in het midden op te hangen. Wacht, we doen er wel eentje dan. Hier bij het raam. En eentje hier bij het raam. De Sims was bedoeld om alleen maar huizen te bouwen. Maar vond het uiteindelijk ook leuk dat je erin kon spelen. Ja, nou, daar ben ik heel blij mee. Zo. Omri, boven is dicht. Deur is dicht. Ik zie hem weer de trap omlopen. Ja, ik vind Star Wars... Ik maak er zo weinig gebruik van. Maar voor die industriële touch... Ik vind deze lampen heel erg leuk passen... als je een kamer industrieel wil maken. Maar ook heel erg leuk passen... als je een kamer vintage wil maken. Dus daar gebruik ik ze eigenlijk heel vaak voor. Voor de rest doe ik vrij weinig met Star Wars. Ik heb een Star Wars huis gemaakt. Die heb ik eerder in de stream laten zien. Die is nog steeds niet af. En ik gebruik hem nu hier om echt dit huis de industriële touch mee te geven. Ik wil hier iets ophangen, maar ik heb geen idee. We hebben hier natuurlijk een beetje, hoe heet dat? Moderne kunst. Oké. Okay. Nou, ik zal naar de stream kijken, joh. Dit is geen moderne kunst. Hebben we nog... Ja, daar kan je niet op zoeken, hè? Cosmolux. Nee. Oh, debug staat er zelfs bij. Nee. Modern. Oh, wacht. Ja, we hebben ook deze nog natuurlijk. Die is ook nieuw. Maar dat is paars. En er is helemaal niks in de kamer wat paars is. En deze is ook nieuw. Maar dit vind ik een hele chique frame om zitten. Plus die is ook paars. Ik gebruik geen mods. Ik gebruik alleen... hoe heet het? Die Maxi nog wat om te toeren. Slaap lekker, Lianne. Leuk dat je er was.
Ik heb wel net Jessie Tessellate, die ook Game Changer is. Die was hiervoor ook bezig met een nieuwe pack. Die heb ik wel tools zien gebruiken. En dan denk ik, jeetje, wat hebben jullie geduld daarmee? Dat gepuzzel. We doen deze wel. Zo. Misschien kunnen we hier nog een spiegeltje doen trouwens. Welke kleur is het bed? Oeh, dat komt er aardig overheen. Hoppatee. Nou, weer een kamer klaar. Hey. Nou, zo langzaam ben ik ook weer niet. Zonder tool had ik dat ding niet afgekregen. Ja, ja, daar heb ik wel respect voor. Dat jullie zoveel tijd erin steken. Ik wou zeggen nog een kamer klaar. Maar ik wil hier eigenlijk nog wel van badjas ophangen. Nou, laten we hier dan weer een beetje zwart erin in doen. Zo. Nu is hij klaar. 24 uur tot 30 uur voor sommige huizen. Yo. Vet veel tijd. Oké, nou, slaapkamer klaar. Top. Dan hebben we de werkkamer nog. We hebben nog een kamer die ik voor kinderen wil doen, denk ik. Ik heb geen idee wat ik met die ruimte ga doen. Dus daar moet ik nog over nadenken. Ik denk dat ik die vloer gewoon hier meeneem. En die muur in de gang meeneem. Hallo! Het is geen tijd voor verstoppertje. Dat doen we wel in Animal. Mijn kast is ook verdwenen! Oh, ik word zo gek hiervan. Ik heb een spookhuis. Wanneer is dit gebeurd? Mijn wasbak is ook weer verdwenen. Nou, echt. Het gaat echt... Oké, ik ga weer even verder. Ik weet niet meer wat. Oké. Nou, terug naar de keuken. Die ik al had verklaard dat die klaar was. Maar niet eens. Ja, Sims kan nog steeds irritant zijn. Ik heb ook een ander huis die nog steeds niet af is. Waarbij ook dingen constant verdwenen. Daar werd ik helemaal priegel van. Hier, wasbak. Nu mag je er opeens niet meer staan. Komt waarschijnlijk door dit handdoekje. Ik ben al niet zo'n vlotte bouwer. Dus als ik een kamer klaar heb, dan wil ik ook daar blij mee zijn. En nou, we hangen hem wel aan deze kant dan. Waarom niet? Waarom mag het niet? Waar is mijn wasbak nou weer heen? Kom op. Is het het zeepompje? Staat hij nog steeds te dichtbij? Het kunnen niet die buizen zijn. Ja, oké, dit mag. Al die leuke dingetjes die ik ook in de kast heb gestopt, allemaal weer verdwenen. Nou, gaan we weer zoeken. Was goed. Ik had deze. Ik had hem ongeveer zo. In het zwart. Nou is nog steeds mijn deur weg. Je komt dit huis niet eens in, joh. Ik moet hem echt een keer gaan testen voordat ik hem op de galerij zet. Want anders gaat Dagmar toe. Ja, die heb ik dus wel aan. Dat is het probleem. Ik heb move objects aan. Want kijk, ik kan hem gewoon door de muur heen zetten. Ik heb het aan. Dat is dus het rare. Dat ik merk al een paar maanden dat soms dat ik de melding krijg. Je kan geen voorwerpen door een andere voorwerp heen stoppen. Dat ik denk, maar dat is het hele concept van move objects. Oké, wat had ik allemaal in deze kast? We hadden zo'n ding. Zo een. In het blauw. Daarboven. We hadden bordjes van Sneeuwpret. Deze. In die kleur. En in de originele kleur. Die was leeg. Ik weet niet meer wat we daar hadden. Ik weet oprecht niet meer wat we daar hadden. Wie weet het nog?
Klopt het voor de rest hier allemaal wel? Ja, de keuken is voor de rest... Dit is allemaal compleet, die hoek. Mijn pannen zijn verdwenen. Allemaal pannetjes in de chat, jongens. Voor mijn arme pan. Zo. Ja, die bordjes van sneeuwpret had ik hier, maar ik had hier links ook iets. Dat wordt lastig koken zonder pannen, ja. Oh, ik weet het oprecht niet meer. Is mooi meubilair in de kit? Wat bedoel je? Dit is nieuw. Deze bar met die krukjes. Lamp is nieuw en die komt ook in langere stukken. Dus dat deze buizen langer zijn. Dat voor middelhoge muren en voor hoge muren. Deze patroon hier op de muur is nieuw. En die komt ook met granen en met kopjes. Deze is nieuw. Die vind ik heel vet. Deze boog. Deze buis hier is nieuw. Deze buis is nieuw. Je moet even kijken naar de bank en de stoel. Ik vind het detail en de kleurglans die erop zitten, die vind ik top. En dan is het daarna, als je dan naar die kleed of die plant kijkt, dat je denkt dat het een beetje triest is. Ik weet niet meer wat we daar hadden. Ik ga er nog even langs. Misschien zie ik het. Dat ik denk, ja, dat was het. Als iemand in chat het nog weet. Ik had eerst die weegschaal daar staan. Die heb ik toen weggedaan voor iets anders. Maar wat was dat anders? Ja, je kan het ook elkaar gebruiken als klein tapijt. Als het heel klein is, dan maken details inderdaad toch geen reet meer uit. Oh, ik had ook nog boekjes. Ja, die vind ik natuurlijk ook niet meer terug. Wat is dit? Dat is wat anders. Weet je, we gooien gewoon... ik zag hier deze pannen. Hoppatee, extra pannen. Annette is de stream aan het terugkijken. Nou, ik gooi gewoon die pannen daar neer. Mochten die pannen daar nog een keer verdwijnen, dan hebben ze hier nog backup. En ik had nog boekjes erbovenop, maar... Deze waren het niet, maar die klits je er ook niet op. Hier word ik wel moe van hoor, als bouwer. Ik zie ze ook gewoon niet één. Oh daar, deze. Die had ik daar bovenop. Oké. Opslaan. Blijf. Ja, goed zo. Oké, wasbak is er nog steeds. Mijn pannen zijn er nog steeds. Keuken is compleet. Nou, glitcht de deur. Oh, glitcht een keertje niet. Applaus. Badkamer ziet er voor de rest goed uit. Slaapkamer is nog steeds compleet. Precies dat, joh. Oh, twee zwartjes. Eén voor de materiaal hout, zeg maar, het frame. En dan één voor de stof. Daar, en helemaal met hoe meer pakketten erbij komen, dat soms kleuren van verschillende pakketten matchen niet met elkaar, zoals met hout. Of dan matcht het hout wel, maar dan matcht de stof niet, wat zo frustrerend is. Oh, ik ben het zo met je eens. De gang is nog leeg. Ik gooi hier even voorlopig een witte muur overal. Dat mocht ik ergens een keer een muurtje vergeten. Dat het allemaal gedaan is. Zo. Oh, die knop zit er dan nog wel. Oh, dit spel af en toe. Hebben we leuke dubbele deuren. Die bijvoorbeeld. Is ook van glas. Oh, jeetje. Ik zit zo te zoeken naar de deuren. Devil Queen 0119. Dankjewel voor het volgen. Welkom. En joh, dankjewel ook voor het volgen. Zo, ik schrok even. Deze komen meer overeen met die, maar ik... Ja. En ook wel met die. Of we gooien gewoon de Moschino-deuren erop. Maar dat zijn schuifdeuren.
Maakt niet uit. Industrieel je huis. Past. Oh, leuke plum op. Gooi hem nog eens in de chat. Leuke emote. Waar is mijn drinken? Waar is mijn drinken? Kijk. Oh, er zijn er meerdere. Allemaal plumbopjes. Het dienblad van... Ja! Thanks, Annette. Dat klopt. Die zet ik wel op tafel dan. Want ik vind die pannen daar ook wel leuk. Zo. Die zetten we hier. Doen we het zo. Grijs. Thank you! Weer even opslaan. Hopen dat alles goed gaat. Het is wat anders dan een fruitschaal op tafel, hè? Past niet echt in dit huis, een fruitschaal. Ja, ik denk eigenlijk dat ik wel een beetje klaar ben voor nu. En dat ik het dan volgende week weer ga oppikken. Of de week erop. We hebben nog tot 15 september. Dat is nog ruim 2 weken. Oh, bijna 3 weken. Een kleine 3 weken heb ik nog de tijd om het af te maken. Maar ik vind op zich voor een langzame bouwer als mij, dat we al iets verder zijn met deze kamer. Is nog steeds niet klaar. Ja, weet je, we kunnen deze kamer op zich wel klaarmaken met het idee wat ik in eerste instantie in mijn hoofd had. Dat we daar een gamekamer van gaan maken met die nieuwe bank. Deze. Komt hij ook in 2? Nee, tuurlijk niet. Dat, ja, dan vind ik het misschien een beetje te lomp. Die hele muur als bank. Nee, hij komt wel in de woonkamer. Maar moet ik hier even een andere bank zoeken. Ik wil 2 zits. Tony vindt het er al heel cool uitzien. Dankjewel. Wacht, hoe in godsnaam past een fruitschaal niet in een modern industrieel huis? Nou, ik doe dat heel vaak. Een fruitschaal in de keuken. Dus dit is wel eens een keer leuk. Een keer wat anders dan een fruitschaal. DJ Steen vindt de donkere kamers er wel mooi uitzien. Ja, ik moet er wel even aan wennen. Ik ben er niet gewend om en een zwarte vloer en een zwarte trap en een zwarte muur en zo. En sowieso heel veel zwart. Ik gebruik meestal niet zo heel veel zwart. Oeh, dit is ook wel een goeie. Het is alleen een beetje ver, hè, vandaar. Maar kan daar een televisie op? Als het goed is, kunnen tegenwoordig overal televisies op. Elektronica. Stel je voor dat zetels modulair zijn gelijk de aanrechten van een keuken. Alle zetels. Een hele file aan banken. De Sofa Festival. Even kijken hoor. Ja, als we hier gaan gamen, dan mag er wel even een grotere op. En dan de consoles. Oh, hier. Ik geef ze ook een Roomba. Hoppatee. Oh nee, dat mag natuurlijk weer niet. Nou, dan geef ik ze geen Roomba. Misschien geef ik op een andere plek nog een Roomba. Maar nu is het pech. Ik moet even denken. Hier. Nee, niet hier. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Ik heb dit vaker. Dit is heel frustrerend. Dat die move op checks gewoon zegt. Nope. Ik kan gewoon even niet meer bedenken waar staat het hierbij. Waar staan die stomme consoles? Ik ben gewoon helemaal van me apropos. Nee, dit is muziek. Hier staat uiteraard niet bij. Oké. Okay. Ik zie hier wel de Lindsay speaker, maar ik zoek... Tablet, nee. Nee, het staat niet hierbij, toch? Staat het wel bij televisies? Oh, het staat gewoon bij televisies. Oh. Ik kan niet helpen, jammer genoeg. Ik ben gewoon niet gewend om de Sims in het Nederlands te zien. Oh jee, Kimber de Simmer. Mag deze wel hier staan of worden we dan weer boos? Nou, die mag er wel staan. Waarschijnlijk omdat je er toch niet hoeft uit te rijden. Ja, ik vind het wel een mooi kleurtje. Nou, dan wordt dit een gamekamer. Moet nog even... Het is zo ver.
misschien... even kijken hoor. Valt dat hier onder? Ja, deze. Of deze. Zo. Nog steeds hetzelfde project. Ja. Vandaag is die pakket uitgekomen. En Max, waar we het gisteren over hadden. Dus onder andere dit ding is nu nieuw. Dus er zitten wat elementen van de nieuwe kitpakket in. De Roomba doet inderdaad moeilijk met de Moo. Oké, daar ligt het aan. Ja, hij moet er natuurlijk uit kunnen rijden. En waarschijnlijk denkt hij, ja, maar ik kan dit hier niet uitrijden. Heb je het weer, kitpakket. Oké, nou, een salontafel. Zullen we dan die nieuwe pakken? Met die verhoging. Hier. Oh, die is wel heel groot. Als ik hem draai. Ja, hier kan ik niet tegen. Hier krijg ik een beetje allergische reactie van. Wordt heel erg krap. En dit is een hele gekke plek om die tafel zo neer te zetten. Maar dit is niet symmetrisch. En dan gaat mijn syndroom van symmetrie gaat zeggen nee. Dit wil ik niet. Dit is ook gek. Dus doei. Hebben we nog wat kleinters? Ja, ik kan het wel verkleinen, maar... Misschien pak ik die kleine ronde weer. Deze. Ik pak deze wel. En dan doen we er nog een kleintje. Zo. Erbij. Zwart. Waarom is er alleen maar eentje met zwart? Zwart-wit dan? Nee, allebei zwart. Ik snap precies hoe je je voelt, Kim. ik krijg door het woordje zin in KitKat. Alles goed met Kim? Nou, lichte frustraties, want soms zegt het spel... Hey, dit kunnen we ook gewoon poef laten verdwijnen. Laten we dat doen, dat is leuk. Kan Kim het weer opnieuw gaan bouwen. Bouw jij met beperkingen hoeveel packs je gebruikt? Of gebruik je gewoon... dit is een challenge van Mipuki Games. Dat is een streamer uit... België. Zij heeft de shell gemaakt. Dus de echte vorm van het huis. En we mochten gewoon alles gebruiken. Ook de nieuwe kit mochten we gebruiken. Dus toen dacht ik, oh, dan geef ik het een industrieel tintje. We mochten alleen niet aan de muren komen. Dus ja, ik heb al frustratiemomenten gehad met het feit dat er beneden geen kamer klein genoeg is voor een wc. Dus de wc heb ik nu hierboven. En dat ik dacht, ja, waar laat ik de trap? Dus die heb ik nu hier in de hoek. En dat dus... Normaal zou je dit hier een trap willen hebben. Maar de kamer eronder is net overal eentje breder. Dus die heb ik nu hier. Oké, Belgische streamer moet haar eens opzoeken. Nou, het linkje in de chat. Ja, zij... dit is al haar vijfde shell. Zij doet het regelmatig. Dus ik dacht dit keer, ik doe mee. Maar daar kreeg ik al snel spijt van. Omdat ik dacht, ja, nu moet de wc boven... En nu heb ik hier een trappenhuis. Dus ik ben mezelf al aan het uitdagen. Nou, ik was vooral gefrustreerd omdat de keuken klaar was. En toen is de wasbak verdwenen. En toen is deze hele kast verdwenen. En dat is dan niet zo leuk. Dat je met iets bezig bent en dat het spel denkt... Ja, allemaal leuk en aardig voor je. Maar wij gaan wat anders doen. Oké. Ik zet deze lelijke plant ook hier neer. Want dat past gewoon. Komt hij met geel? Ja, nou ja, een beetje oranje meer. Maar dat is leuk met de console. Hebben we nog iets schijnigs hier bij beelden? Ja, eigenlijk moet er ook wel even een kabouter bij, hè? Maar daar kan ik altijd later nog naar kijken. Oh, we kunnen hier natuurlijk op dit zelfgemaakte vensterbankje. Zetten we deze. Nou, waarom mag dit niet? Goh, ik zet mijn testing cheats ook aan. Ik weet niet of dat werkt. Maar ik ben er helemaal klaar mee. Testing cheats aan. Hoppatee.
Nog één keer proberen. Ik kan de muur niet doorkruisen. Maar het is zo'n grappig kippetje. Nou, en dan zetten we hier wel een scouting trofee neer. En wat hebben we nog meer voor leuks in de aanbieding? We zetten hier wel een hand neer. Want dan kan je, als je bijvoorbeeld klaar bent met gamen, je console zo inschuiven. BBB zou je leven zoveel makkelijker maken. Ja, maar hij moet het gewoon doen. MoveUpChecks moet het gewoon doen. Dat is gewoon het stomme eraan. Oh, nee, die wilde ik niet. Ik wilde de knippel. Die weigert om te draaien, daar heb ik geen zin in. dat snap ik niet. Mijn MoveUpChecks doet niet zo moeilijk als de jou. Ja, ik snap het dus ook niet. Het is een tijdje geleden, een paar maanden geleden, kreeg ik opeens last van. Dus ik dacht eigenlijk dat het door een patch update kwam of zo. Maar als jij het dan niet hebt. En jij hebt meer custom content of ooit het mods in je spel dan ik. Want ik gebruik eigenlijk alleen een greenscreen in CAS als ik screenshots moet maken voor thumbnails. En de cinematic camera in bouwmodus voor tourstreams. Ja, ik bedoel de modificaties. Ik bedoel niet custom content. Ik versprak me even. Oh, Baby Yoda. Die mag wel. De kabouter mag niet, maar Baby Yoda mag wel. Nou, leuk. Staat daar wat op. Wat is de Mupuki Shell Challenge voor een challenge? Nou, shell is, het Engelse woord voor huls. Dus dan gaat het om de huls van het huis. Dus oftewel gewoon echt alleen de muren. Er zaten geen ramen in, er zaten geen deuren in, er zat geen muurbekleding op. Er zaten geen spullen in. Je downloadt dan haar shell. Die vind je onder hashtag Mupuki Shell 5 op de galerij. En dan moet je die dus gaan inrichten zonder dat je de muren mag verplaatsen. Dat je muren mag verwijderen, mag bijbouwen. Ik kan even kijken in haar server. Mipuki Shell 5. Wat waren nou precies de regels? Blijf van de muren af. Maak er geen hekjes van. Je mag het wel een kleur geven. Buitenmuren mag je toevoegen. Je mag binnen geen muren bijbouwen. Je mag het huis verhogen en op een verandertraan maken. Je mag de kavel draaien, dat je bijvoorbeeld de achterkant als voorkant wil. En dan hebben we tot 15 september de tijd. En dan moet je hem op hashtag MePukkieShell5 op de galerij zetten. En je mocht er ook een openbare locatie van maken. Dus ik doe dit keer mee, want het is al haar vijfde Shell Challenge. En ik heb tot nu toe nog nooit een Shell Challenge meegedaan. Ook omdat haar eerste Shell Challenge schrok me al af. Want dat was meteen een gigantisch groot kasteel of zo. Ja, buitenmuren bijbouwen mag wel, maar dat doe ik niet. Ik heb al genoeg aan de binnenkant. Het enige, ja, ik heb wel even tijdelijk toen hier een muurtje binnen geplaatst om dit plateau te maken. Oh, dankjewel Max voor je bitjes. maar dan wel de muren weer verwijderd, want die mochten niet blijven staan. En ik heb hier natuurlijk boven wel een hekje geplaatst voor de reling. Ik neem aan dat dat wel mag. En dat je niet een groot gapend gat hebt waar iedereen naar beneden kan donderen. Ik weet denk ik wel wat ik hier mis. Nog een kleedje. Ik weet niet zo goed of ik iets op het tafeltje moet zetten. Want het is misschien ook wel fijn om die vrij te houden. Nee. Nee. Oeh, Moschino heeft ook wel toffe dingen. Deze vind ik leuk. Wat hebben we nog meer? Ook met rood, ook licht, met geel. Dit doet me zo denken aan de HEMA. een nieuwe kit, wat heb je gemist? Nou, eergisteren is die aangekondigd. De Sims 4 Industriële Loft. En hij is vandaag om 7 uur 's avonds uitgekomen. En ik ben de Shell Challenge van Mipuki aan het doen met al de industriële stijl. En daar heb ik dus nu wat loft dingetjes aan toegevoegd. Als je uitroepteken loft in de chat typt, dan krijg je ook een linkje van een YouTube video waarbij alle spulletjes, waarbij ik door alle spulletjes heen ga. Alle kleurtjes en zo. Zo.
Ik heb een klein stukje bijgebouwd, maar dat was voor de veranda boven. En kon er stiekem dan een toilet in doen. Oh. We hoeven niet nog een gekke doodstreamer. Nee, we hebben Jill al daarvoor. lamp eigenlijk nog. Deze moet weg. Want we hebben een glazen dak. Dus ik kan geen plafondlamp doen. Dus dat worden denk ik muurlampen. Deze. Ja, het heeft wel iets industrieels. Maar of dat iets is voor deze kamer. Hebben we het stoere gamekamer. Oeh, deze van Star Wars zou op zich kunnen. Die. Wat hebben we verder nog? Hey, ik denk dat die wel goed zijn. Alleen de vraag, is er genoeg licht dan nu, 's nachts? Oh, ja, ze geven best wel wat licht. Nou, weet je, we zetten er wel een tafellampje bij. Of mag deze hier? Oh, die mag daar, de leuke pandabeer. Nee, wel de regenboogvlag dan. Ik vind dat zo'n leuk ding. Nee, dat lijkt me heel vervelend. Als je aan het gamen bent en er staat een lamp in je gezicht. Nou, als je hier zit, hebben we dan twee lampen. Hier staat nog een klein lampje. TV geeft dan natuurlijk ook wel wat licht af. In de gang moet ik nog gaan kijken voor belichting. Dus ik denk dat dit wel goed is zo. Max gaat lekker slapen, want morgen is de laatste werkdag voordat je weekend hebt. Nou, dus werk ze morgen. Slaap lekker. Leuk dat je even kwam gluren. Ik ga denk ik ook zo afronden. Want als ik een beetje kijk, deze kamer is nu wel klaar. Hij is niet super belicht. Oh, hier zit natuurlijk ook nog licht in, dus ook nog extra licht. Maar ik vind het wel goed zo. Nou, dan laat ik nog even het huis in zijn geheel zien. Dit is het tot nu toe. Er moet uiteindelijk nog een dak bovenop, maar dat puzzel ik later wel mee. Ik heb hier dan wel een glazen dak. En aan deze kant bij de ingang een glazen dak. Kan dit gewoon met het standaard spel of mis ik dan elementen? Hoe bedoel je? De Shell Challenge. Als je wil meedoen, dan ga je naar de galerij. Hashtag MePuckyShell5. En hij is gewoon kaal. Dus het is gewoon basisspel. Dit zijn alleen maar kale muren. En dan mag je zelf kiezen op welke grote kavel je wil. Welke pakketten je wil gebruiken. Je mag gewoon alleen er niks aan veranderen. Dus je kan het gewoon downloaden en lekker bouwen met de pakketten die je hebt. Op welke manier je hem ook wil inrichten. Je mag er een huis van maken. Je mag er een openbare locatie van maken. Zolang je maar 15 september op de galerij hebt met dus hashtag MePuckyShell. En dat deze muren die hier allemaal staan, dat daar niks aan veranderd is. En dat er aan de binnenkant dus ook geen muren zijn toegevoegd. Je mag aan de buitenkant muren toevoegen. Maar aan de binnenkant, deze muren mag je dus niet veranderen. Annette, ik zou er een plat dak van maken. Nee, ik wil wel wat gaan proberen met daken. Ik wil een beetje trainen, Annette. Ik moet een beetje trainen, anders leer ik het nooit. Lekker bezig, Tony. Zelfs niet als je een scheidingswand wil toevoegen tussen de douche en de wc. Nou, ik zal je wat laten zien. Dat heb ik hier in de badkamer gedaan met deze glazen plaat van Moschino. Want ik heb dus dan zelf die douche van studentenleven. En dan de glazen plaat van Moschino. Zo heb ik het gedaan. Want er staat dus dat je geen muren mag bijbouwen. En halve muren zijn natuurlijk ook muren. Maar dit is mijn badkamer geworden. Ik heb dan de ecologisch leven wasbak in het Star Wars ding gestopt. We hebben wat buizen zo hangen. Nou, we hebben dus de glazen plaat van Moschino met de douche erachter. We hebben hier wat Star Wars kratjes met handdoeken erin. En hier de wc voor dit ding erbij. Ik had het zo neergezet en dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel geinig. Nou, dan hebben we hier gewoon een kast. En hier hebben we de wc. Met die van Stedelijk Leven. Lekker disco en dat soort dingen. Nee, dat heb ik nog niet getest.
Dat komt op het einde wel. Nou, klein wc'tje. Ook weer wat industriële elementen in deze kamer. Hier heb ik het washok. Ik denk dat dit de kleurrijkste kamer van het huis is op dit moment. En hier wat plekken, allemaal dingetjes die erbij passen. Nou, hier is het trappenhuis. Die is op dit moment ook nog niet klaar. Ik wil hier nog iets aan de muur, maar ik weet nog niet wat. En ik wil hier nog iets met dit hoekje. Hier komt een kantoortje in. Hier komt een slaapkamer voor of één of twee kinderen in. We hebben hier op zich ook nog wel wat ruimte in de gang om een hoekje te maken. Een zithoekje of zo. Nou, slaapkamer hebben we natuurlijk vandaag gedaan. Die is ook wel kleurrijk. Ook heel veel van het nieuwe pakket. Bed is nieuw, kastje is nieuw. Kleed is nieuw. Die kast is nieuw. Dat is dus nu boven. Dus boven zijn we al aardig ver gekomen. En beneden hebben we de keuken waar nog steeds de wasbak staat en nog steeds de kast. En dit aanrecht van basisspel past dus heel goed bij die nieuwe bar van het pakket. En dan hebben we ook nog een hoekje waar je kan eten en zitten en zo. Nou, hier bij de entree moet ik nog een kapstok gebeuren maken. Ik heb nog geen idee wat ik met deze kamer ga doen. Want ik zat dan iets met een thema. Maar ik heb bovenal een werkkamer. Ik wil hier geen slaapkamer van maken. Dus misschien dat ik aan het einde even tussen de hobby's ga kijken. Of er een of andere hobbykamer van kunnen maken. Gang is natuurlijk nog niet klaar. En aan de woonkamer moet ik ook nog beginnen. Die kast komt er ook nog in. Ik denk trouwens, als ik die plekken van die kast zo zie, dat ik deze gewoon lekker hier neerzet. Dan zie je dit niet meer. dus ja, dit is wat ik er tot nu toe van gemaakt heb. En het grappige is, ik heb dus gisteren heb ik ook gestreamd. Toen ben ik mee begonnen met de Shell Challenge van Mipuki. Breien. Heel industrieel stoer huis. En dan één kamer met een schommelstoeltje en lekker breien. Dat zou wel gek zijn. Lekker random. Echt één zo'n kamer. Echt super schattig. Met roze bloemetjes behang. En dan zo'n schommelstoeltje en knuffeltjes. En nee, ik weet niet of ik dat ga doen. Maar ja, ik ben er dus gisteren mee begonnen. En toen ben ik gaan raiden naar Kitty, een Vlaamse streamer. En die was toen ook bezig met de Shell Challenge. En die had er een community center van gemaakt. Dat je daarheen kan om vaardigheden te leren. Dus elke kamer had andere activiteit of vaardigheden waar je dan lekker heen kon gaan met je sim om aan vaardigheden te werken. Nou, toen ging Kitty raiden naar Tony. Tony heeft er een studentenhuis, die is bezig om er een studentenhuis van te maken. Vond ik ook heel grappig om dat weer te zien. Dus heel veel dingen die vloeken, heel veel dingen die oud zijn, en lelijk zijn en mismatchen, dat soort dingen. En toen ging Tony raiden naar de Nederlandse Kitty. We hebben een Nederlandse en een Vlaamse Kitty. Die had er dus een woonhuis van gemaakt met de hele landelijke stijl. Dus het is heel grappig om te zien hoe één huls van een huis al vier verschillende dingen heeft. En sommige mensen hebben al ingeleefd op de galerij. Er staat al een sportschool op. Er staat al een spookhuis op. Dus dat is heel, heel leuk om te zien allemaal. Misschien kan je daar een houtbank neerzetten. Oh, dat is ook wel leuk. Een soort van werkschuurtje. Dat is een goed idee. Annette, je bent lekker bezig. Jullie in ieder geval bedankt voor het kijken. En nogmaals, Shell. Dit is dus de info van de Shell Challenge. De 5e Mipuki Shell. En check dus vooral ook haar Twitch kanaal. Ze streamt ook regelmatig. Volgens mij gaat ze morgen weer live. Dan hebben we natuurlijk deze command. Als je dus alles van de Sims 4 Industriële Loft Kit wil zien. Ik heb een video gemaakt op het YouTube kanaal van Town of Plumbobs. Waarbij ik alle items dus heb bekeken. Die kan je daar zien. Ja, join mijn Discord. En check al mijn socials. YouTube heet ik Impuls. Twitter heet ik Impuls. Nee, op Twitter heet ik Impuls. Stop. Zal ik gewoon even lekker alles pluggen. Hoppatee. Leuke stream. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn gekomen vandaag. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.